vrijdagmiddag 16:30. Het is nog 48 uur. Ja, iets meer dan 48 uur. En dan is het de top in de Eredivisie. Ajax tegen PSV. En wat zijn we benieuwd naar PSV en alle Fortnite-plannen. Zo, goedemiddag. Vrijdagmiddag 16:30. In een bomvolle studio, Lars. Ja, je zit ook lekker. We zitten ook lekker in een kringgesprek, lijkt het wel. Ja, het is gezellig, gezellig. Oké, ga je iedereen even introduceren? Hey, mag jij doen. Okay. Jij bent de presentator. Je kent de namen niet, hè? Jawel. Goed, welkom iedereen. Vooral hier links. Hallo Matthijs, Nicky, nieuwe stagiair, waar ik de namen niet van weet. We hebben mensen van Sky Italia hier. Ah. Ja, hallo. 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 David Ent, onze eigen Jeroen. En hier rechts, Robin Prupper en Michele Santoni. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je moet wel even je micro... Je vergeet nog iemand. Ik heb hem. Wie dan? Oh, en... Die nou hier de hele bank aan het afbreken. Ik weet dus niet of Justin dat kan maken. Sophie is er. De hond van Michele. Inderdaad. Laten we even beginnen met het nieuws. Michele, wat is jouw nieuws van de afgelopen dagen? Belangrijkste nieuws, voetbalnieuws? Als je het niet hebt, hoeft het niet hoor. Nee, niet veel eigenlijk. Robin wel iets? Ik zit nu te bedenken, maar ik heb geen idee. Nee. Okay. Nou, dan ga ik naar jou toe. Jij hebt wel nieuws. Ja, en wat voor nieuws? Ik heb erg gelachen om de Grillburger Challenge from Space, zullen we maar zeggen. Ja. Het verhaal van de... Je moet het even uitleggen. Sowieso, wat is een Grillburger Challenge? Nou, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat het is. Ja, dat is toch dat je een heel bijzonder scenario moet verzinnen. En dat je een grillburger kan verzinnen als het uitkomt. Bij de Pantelits podcast. Ja. Hey, dit ging erom, er was een of andere YouTuber. En die had het idee om de eerste Big Mac from Space te doen. Dus die had een Big Mac gekocht op een piepschuime doos gezet. Op een soort plankje. En daarin een GoPro aan een weerballon. En die zeg maar... Dus bij Colchester, ik weet even niet welk niveau het is in Engeland, maar in ieder geval... Daar is hij terechtgekomen. Ja, daar lag hij opeens op het trainingsveld. Ja. Een doos met een hamburger met een thai-rip eromheen. Maar zij dachten dus dat een bom was ook. Ja, zij was, maar diegene die het verstuurde, Tommy heet die. Hier kunnen wat beelden zien. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Het is dus die hamburger die de hele wereld over is gegaan. Maar zij wisten dus niet waar hij was, diegene die hem heeft opgelaten. Maar op het moment dat de groundsman, zeg maar, bij die club... die doos omdraaide, kreeg je weer verbinding. En toen werden ze dus gebeld op kantoor. Mijn hamburger ligt bij jullie op het trainingsveld. Ja, toen zijn ze hem gaan halen. Het was 3 uur. Hè. Hij kwam uit Sheffield en dit was een Colchester. Mooi. Heb jij wel voetbalinhoudelijk nieuws, Jeroen? Ja, het verlengen van André Onana. Ja. En het afwijzen van Nico Tagliafico. Ik denk één hele grote aanwinst dat je in ieder geval Onana waarschijnlijk voor een jaartje erbij krijgt. En Tagliafico, ja, volgens mij ligt hij nog onder contract tot 21... Of 22 zelfs? 21, ja. Hij is hetzelfde als Onana. Onana gaat voor mij naar 22 nu. Ja. Die had 21. Dus dat betekent waarschijnlijk wel een transfer voor... Een signaaltje, toch? Ja, dat zal waarschijnlijk een transfer opleveren aankomende zomer. En dat gun ik hem wel. Hoeft nog niet, toch? Hoeft niet, maar zeker met alle interesse die hem in hem is, van Real Madrid zelfs, dat wordt best wel hard geroepen. Ja, dan is het moeilijk om zo'n jongen binnenboord te houden, denk ik. Maar zal nou bij Onana bijvoorbeeld nu gelimiteerde transfersom of zo opgenomen zijn? Bij doet Ajax daar niet aan. Nee, oké, maar ik dacht eerst dat ze het namelijk zouden doen, zodat ze gewoon meer geld zouden kunnen vragen, mocht hij toch weggaan van de zomer. Ja. Of is hij echt, heeft u er dusdanig geld bij gekregen of andere afspraken? Ik denk dat als hij zijn contract dat snap ik, maar... Hij zegt toch dat Kluivert en Seedorf toch hebben gezegd dat hij bij Ajax moet blijven als hij een belangrijke rol wil gaan spelen voor de nationale elftal. Dat heeft ook zeker meegespeeld. Dat heeft hij zelf gezegd. Ja. Dus, heel goed. Ik heb wel wat... Ja, opmerkelijk, sommige mensen hebben geen nieuws. Waar wil je mee beginnen? Goed nieuws of slecht nieuws? Doe maar slecht. Oké, slecht nieuws. Oranje onder 19. Ja. Afgelopen dinsdag was dat. 91ste minuut. Doelpunt tegen. Gaat niet naar het EK. En wij waren erbij. En dat was echt heel pijnlijk om te zien natuurlijk. Oh, meer PSV's moeten oproepen dan toch? Ja? Ja? Die zijn toch altijd goed in de laatste minuut? Ja, in de laatste minuut. Ja. Ik weet niet of het internationaal ook zo geldt, maar dat is wel heel zuur. Ook opmerkelijk nieuws. Heb je de oefeninterland Marokko-Argentinië gezien? Nee. Hebben mensen hier het gezien? Een samenvatting heb ik gezien. Ik heb het op Twitter ook gevraagd. Of er iets is, weet je, dat landen met elkaar in gevecht zijn of iets. Maar
Ik heb zelden zo'n oefenpartij gezien. Ik heb Nederland toen gezien tegen Marokko. Nou, toen ging die Belhanda. Ik weet niet wat die toen allemaal mee bezig was. Maar dit was echt overtreffende trap. Ja, toch? Van overtreding naar overtreding was het. Ik vond het echt geniaal om te zien. Ja. Voor een oefenpotje. Echt bizar. Ja. Maar daarom, ik denk dat Messi ook al had gezegd van deze pot sla ik over. Moet je nagaan dat hij nu op het veld had gestaan? Nee, ja, precies. Maar ja, hij zei al van ik ben geblesseerd, toch? Dus ik denk dat hij het al wist dat dit ging gebeuren ongeveer. Ja, of zie je. En er was wat gebeurd. Zeker. Nou, die was er wel bij, maar die speelde natuurlijk niet. Was trouwens Oranje onder 20 niet ook tegen Egypte ook een verschrikkelijke schoppartij? Ja, voor mij wel. Nou, dat weet ik niet. Ik vond dit echt bizar. Nou, overigens, het leukste nieuws is natuurlijk wel... de voetbaltransfermarkt is nog dicht. Maar een grote vriend van de show... en een van de hosts van de Pantelied-podcast... die gaat weg bij Voetbal International. Die gaat naar het Algemeen Dagblad, Freek Jansen. En natuurlijk shout-out naar onze eigen Gijs... Ja, klasse Gijs. Die al even deze koffer uitgemaakt. AD heeft beet. Grote vis. Eindelijk binnengehengeld. En gelukkig, want mensen gingen wel vragen... gaat de Pantelieds podcast gewoon door? Jazeker. Maar gaat die voor de journalistieke ambities of gewoon voor het geld? Wat zal die dan? Wat denk je? Als je Freek een beetje kent. Ja, voor het geld. Nou, dan ken je Freek nog niet zo goed. Heel goed. Laten we doorgaan met de man hier rechts. Allebei een ander verhaal op dit moment. Met wie gaat het beter op dit moment? Ja, ik denk bij mij. Bij jou? Ja, hij is nog geblesseerd. Okay. Ik ben fit. Ja. Dat wel, maar ik voel me niet wel goed. Okay. Vele malen beter. En jij, hoe voel jij je? Ik heb heel veel vrije tijd. En mijn hond wordt gek van me. En, ja, ik zie het. En mijn vriendin ook. Ik ben trouwens echt benieuwd waar... Wat die is. Die zit jullie okay. Kantoren schoon te maken, denk ik. Ja, want je hebt heel veel vrije tijd sinds je weg bent bij Almere City. Wat doe je zoal nu de laatste tijd? Ik ga langs bij collega's, kijken of ik inspiraties kan vinden. Heel veel evalueren wat ik anders zou doen als er een nieuwe klus komt. En, maar waar ga je dan langs? Wat voor clubs moet ik aan denken? Nou, ik ben begonnen bij Heracles. Want het feit dat je een trainer hebt die uit Duitsland komt, vond ik wel interessant. Kijken wat hij anders doet dan de standaard Nederlandse trainers. Ik ben bij AD Poldervaart langs geweest. Omdat dat is ook weer een apart verhaal. Hè? Van heel ver toch bij betaald voetbal gekomen. Dus dat was ik ook nieuwsgierig. Ik ga nu naar Rutte langs in België. Anderlecht, ja. Ik ga bij Liverpool langs. En zo ben ik bezig. Ja. Goed. Ja, meest opvallende, we gaan het natuurlijk niet te lang hebben over waar u weg bent. Maar wat ik toch wel echt mooi vind en voor mij nog nooit eerder heb gezien... is het moment dat jij wegging, dat jij een open brief stuurde. Ja, ja. Hier zien we een stukje... Toevallig zit hier ook nog degene die mij geholpen heeft. Zeker voor het Nederlandse gedeelte. Ja, weet je, ik slijp wat... Je moet in de microfoon... Ik slijp wat Nederlands bij, weet je. De inhoud is gewoon Michele, maar ik heb de taalfoutjes er een beetje uitgezeefd. Ja. Maar ik vind, we gaan hem niet helemaal voorlezen, maar ik vind dit wel echt een hele mooie zin. Een lange zin ook. Hulde daarvoor, David. Prachtige lange zin. Beter, verstandiger en eervoller is het de in mijn ogen onterechte kritiek die niet nu met gelijke munt terug te betalen, maar mij met open vizier en met behoud van eigenwaarde en zelfkritiek te richten op wat voor mij ligt en mijn zelfvertrouwen niet te laten ondermijnen. Ja, de vele lieve, soms ontroerende, maar altijd ondersteunende reacties die ik van velen ontving, steunen mij erin. Ja, prachtige zinnen. Jij hebt het bedacht, je hebt David gevraagd, hè, kan je het nog even perfectioneren, dat het prachtige zinnen nu worden. Wat waren de reacties hierop? Ja, alleen maar positief. Ik heb nog niemand gehoord die begrip heeft van wat er gebeurd is. En logisch, iedereen zegt, ja, dit is de beste manier om afscheid te nemen. Ja. Ik heb nog niet tenminste gehoord wat precies de reden was om die samenwerking op stop te zetten. Wat best opmerkelijk is, toch? Ja, maar goed, misschien komen ze later op terug. Ik weet het niet. In een bepaalde moet je verder gaan. En heel veel mensen vragen wat is er precies gebeurd. En ja, daar heb ik geen antwoord. En omdat je het juist niet weet, ga je heel snel naar negatieve gedachten. En dat heb ik voor mezelf genomen om niet te doen. Nee. Want... het gaat toch niet teruggedraaid worden. Ik moet gewoon verder. Ja, inderdaad. Maar voelde dit wel echt iets als van... ja, ik moet dit gewoon wel even doen? Anders had ik hier gezeten... had je mij veel meer vragen gesteld over... wat is het precies gebeurd? Ja. En nogmaals, elke keer dat iemand mij... ik was woensdag ook bij CBV-vergadering. Ja. En elke trainer komt naar me toe weer vragen. En ik val altijd weer terug in het negatief. En dat wil ik echt niet doen. En kijk, het blijft de club die mij de kans heeft gegeven... om hoofdtrainer te worden.
Ik heb fantastische 8 maanden gewerkt. Ik heb een fantastische relatie met mijn spelers gehad. We hebben goede dingen en slechte dingen gedaan. We hebben bovenaan gestaan. We hebben heel veel jeugd laten debuteren. En dat is het enige wat ik wil overhouden. En that's it. Ja, oké. Okay. Duidelijk verhaal toch eigenlijk? Ja, lijkt me. Wel opmerkelijk trouwens, omdat jij nu weg bent, is er een zeer bijzondere assistenttrainer bij Jong Almere City. Wat dacht je ervan toen je las dat Dennis Bergkamp nu een soort vrijwilligerswerk aan het doen is bij Jong Almere City? Ja, ik weet niet of bij topsport vrijwilligerswerk goed te combineren is, maar ja, ze moesten iemand hebben. En, ja. Dennis was sowieso al vaak op de club. Ik weet al dat de Raad van Commissaris al een hele tijd bezig was om proberen Dennis aan boord te krijgen. En, hij neemt wel heel veel ervaring, zeker vanuit zijn voetbalcarrière. Dus als je een aantal spelers daar kan raken, en volgens mij traint hij 2 keer in de week daar. Ja. Is alleen maar toegevoegde waarde voor de club. Iemand had het interview gelezen? Of nou, je kan het bijna geen interview noemen in de Volksland. Met Bart Vliestra. Nou, Dennis, nou, dat weet jij ook wel, David, is niet echt iemand die heel graag praat. Nou, had ook gezegd, ik hoef geen interviews te geven. Maar Bart heeft dus, Bart Vliestra van de Volksland heeft dus echt van minuut tot minuut opgeschreven hoe dat al ging. En hij heeft denk ik 10 woorden met hem gewisseld. En dat hij vooral niet heel veel erover wilde praten. Maar goed, opmerkelijk. Ja, nou, met jou gaat het dus aardig goed. Je hebt veel vrije tijd. Leuk dat je de hond ook hebt meegenomen. Ja. Heb jij ook wel hobby's erbij gekregen in deze periode, Robin? Nou ja, die hobby's had ik al wel. Alleen die worden nu wel ook extra beoefend. Ook een hond? We zijn gewoon... Nee, geen hond. Oké. Okay. Geen honden, nee. Maar ja, we zijn op zijst redelijk aan tennissen en aan boksen. En ja, van alles en nog wat, ja. Okay. Ja. Speelsterkte, tennis? Ja, wel redelijk hoor. Ja, wel redelijk. Ja, maar... laatst 2 samen met Joshua Smit. Dubbelen. Gedubbeld, ja. Tegen 2 van het kantoor. Die hebben we volledig van de baan afslaan. Oké, okay, dus mocht je een dubbelpartijtje spelen? Ja, precies. Zeker. Leuk. Ja, ja okay. Zeker. Oké, okay. Nou, het is goed om te horen dat je in ieder geval weer aan het tennissen bent. Wat betekent dat het goed gaat met de revalidatie, hè? Ja. Zo gaat het toch een beetje bij de KNVB als je daar revalideert? Ja, nee, dat wel. Als je dit soort spelletjes kan doen, dan betekent dat wel redelijk goed gaat. En ja, dat is ook het geval. Ik voel me steeds fitter worden, dus dat is belangrijk, ja. Want, ja, voor de mensen die meer weten, Heerenveen was het, hè? Heerenveen uit. Ja. Verschrikkelijke besturen, want ja. Voor mij heb je dat ook al uitgelegd bij ons. Je been bleef staan, nou. Ja, precies. En ja, kwam het andere been, kwam de bal aan. Dus ik wilde overstappen en nou ja, ik zat vast met mijn onderbeen en klapte er even door. En dan weet je dat het fout is. Dus ja, lange weg te gaan en dit hele jaar eigenlijk revalideren. Dus volgend voetbalseizoen ben ik er weer bij. Ja, want je kiest er op een gegeven moment voor om bij de KNVB, terwijl onze Italiaanse vrienden weggaan. Ja hoor, loop maar. Ciao. Ciao. Tot de volgende keer. Succes. Ja. Bedankt. Big team, Juventus. Thank you. Pardon? Not as big as Ajax. Bye bye. Maar op een gegeven moment kies je ervoor dan om bij de KNVB te gaan revalideren. Hoe werkt zoiets? Ja, nou, in overleg eigenlijk. Je gaat meteen bekijken wie het eigenlijk al hebben gehad, dit soort dingen. En daar ga je een beetje informatie in winnen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan, met verschillende jongens gepraat, met de club gepraat. En nou, die gaven eigenlijk al vrijwel direct aan van, nou ja, als ik jou was, ga naar Zeist en ga daar even kijken hoe dat is. Dus daar heb ik een gesprek gehad en die hebben mij echt uitgelegd, nou, rondgeleid op het complex. En nou ja, de faciliteiten zijn daar gewoon supergoed. De begeleiding is goed. Dus ja, voor mij was het eigenlijk al vrij snel duidelijk dat ik daar wilde revalideren. Maar helpt het dan ook het mentale gedeelte mee, dat je dan niet elke dag bijvoorbeeld op de club de jongens ziet die wel kunnen trainen? Ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel heel erg meevalt. Want nu zit je met jongens die eigenlijk allemaal hetzelfde blessure hebben en allemaal dezelfde traject zitten. En dan ben je op de club en die jongens gaan allemaal naar buiten. Die hebben de prioriteit. En dan ja, zit je daar. Moet jij als enige het krachthonk in? Ja, dat is wel denk ik vrij mentaal. Ja. Nu heb je daar iets meer afscheiding van. Ja. Ja. Ja, naast dat je aan het revalideren bent, ik zag het van de week voorbij komen. Heb je ook nog een bijzondere nevenfunctie, hè? Zit in de spelersraad ja, van? Ja, al ja, spelersraad van de Eredivisie. Van de Eredivisie? Ja, Jupiler League ook. Hè? Ja. Keukenkampioen divisie. Heel sorry. Goed, anders wordt Lars boos. Ja, sorry. Nee, ja, dat doe ik al wel een tijdje hoor. Dus ja, dat, want ik zag een foto. Jullie gingen eten. Jullie hadden waarschijnlijk een vergadering gehad. Ja, een vergadering, ja. Ja, ja, nee, ja, ja, wat doen we daar? Voetbalzaken bespreken. Maar ja. Wat voor voetbalzaken? Ja, in belang van spelers. Ja, ja. Ja, wat voor voetbalzaken? Ja, nou, VAR. Ja, Wat niet, was de agenda woensdag? Naast lekker eten met z'n allen. Ja. Nou ja, VAR kwam wel echt natuurlijk heel erg te sprake. Ja, wat hebben we nog meer gehad? Maar wat bespreken jullie dan met de VAR? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, nu omdat natuurlijk alle aanvoerders in de VI hadden een stukje gezet. Wat die daarvan vonden. En wij vonden als spelersraad ook...
Dat wij daar ook met een mening naar buiten zouden moeten komen. En hoe wij het vonden gaan. En nou, dat hebben we besproken hoe we dat naar buiten brengen. En wie is jullie woordvoerder dan? Want je hebt allemaal verschillende taken. Nou, normaal gesproken Danny Hesp zit daarbij. Als, okay. En Louis Everaert en nog twee anderen van... ja, dus zo heb je verschillende die dat Okay. En wat is jullie statement vanuit de spelersraad over de vak? Ja, nou, dat komt nog wel uit, denk ik. Oh, het komt. Oh. Als het goed is. Misschien heb ik het gemist afgelopen. Nee, maar ja, ik kan niet ontkennen dat er nog dat vrijwel iedereen voor de VAR is. Alleen ja, er zijn nog wel wat sleutelmomentjes die wat verbeterd kunnen worden. Ja. Ja. Okay. Ik vind het wel interessant, zo'n spelersraad. Ja. Want jij zit erin. Ik zag Stijn Schaars. Stijn Schaars, Willem Jansen, Bram van Polen. Nick Vossenbelt, ja. Lijkt me naast dat het vast wel over serieuze zaken gaat. Behoorlijk gezellig groepje. Het is een heel goed groepje, ja. Het is een heel goed groepje. Ja, jawel. Nee, ja, sommigen komen ook alleen voor het eten en het groepje, hoor. Dat ook wel, ja. Nou, ik kan me voorstellen. Dat doe je ernaast, maar ondertussen volgen natuurlijk ook Heracles. Hoe lastig is dat? Ja, het begin lastiger dan nu. Nu raak ik wel aan gewend. En het begin vond ik het echt moeilijk om te zien, omdat ik het liefst natuurlijk daar op het veld wil staan. Alleen nu, laatst zag ik ook al een keer van, ik ben nu meer zenuwachtig dan dat ik zelf op het veld sta. Want ik vind het echt leuk om te zien. En ja, de laatste tijd deden we dan ook weer een stuk beter. En dan, ja, dat is gewoon leuk om op de tribune te zitten. Ja. En is er dan nog veel contact met de spelers? Of merk je dan toch dat je een beetje buiten hangt? Ja, nou ja, het is wel anders natuurlijk. Maar ja, ik sta redelijk goed contact met iedereen. Dario appte me net nog, veel plezier en doe ze de groetjes bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen, ja. Dus dat heb je dan wel en dat hou je ook wel. Alleen, ja, het is anders natuurlijk als je er elke dag bent, natuurlijk. Ja. Ja. Overigens, jij hebt ook al een tijdje gerevalideerd, toch? Maar niet bij KNVB. Zeker. Hebben jullie dezelfde blessure, kruisband? Ja, ook kruisband blessure. Ik doe het alleen met de fysio aan huis. Ja, dit is wel een beetje, toch? Nee, als je dit is, toch moet dit revalideren? Zeg maar, kijk, al zou ik mogen kiezen, ondanks Cavel, zou ik... Hoe vaak moet je nog Cavel zeggen voordat het van je rekening afgaat? Twee keer. Oké. Okay. Ja, het is een ZZP'er. Ja, ik kan alles gebruiken. Ja, heel goed. Maar nee, ja, als je dit hoort. Maar ik vroeg me af, is dit iets van de laatste jaren? Want ik hoor nu heel veel spelers het over Zeist hebben. Ja, maar ik heb het gevoel dat ik daarvoor nooit hoorde. Dat iedereen gewoon bij de club revalideerde. Of misschien... Ik denk dat het normaal gesproken ook wel was. Maar ik denk dat ook wel iedereen ook wel naar externe praktijken ging kijken om of dat beter was. En nou, kijk, ik denk dat Zeist wel een redelijk goede naam heeft qua revalidatiecentrum. En... Als je er dan bent geweest, dan denk ik dat iedereen dat ook wel baamt, ja. Is dat ook dan zo goed? We hopen het natuurlijk niet en we jinxen het ook niet. Maar mocht je ooit een blessure hebben in het buitenland, zou je dan teruggaan naar Zeist omdat de ervaring zo goed was? Ja, dat hangt dan echt af van natuurlijk de faciliteiten daar, zeg maar. Ja. Ik heb bijvoorbeeld met Marco van Ginkel erover gehad. Nou, die revalideert vaak in Zeist, of bij Chelsea gewoon. Dus ja, Dat zou ook wel prima zijn, toch? Ja, ik heb het idee dat daar ook wel redelijk goed voor elkaar is. Goed geregeld is, ja. Dus de volgende stap dan maar naar Chelsea. Nou ja, dat zou niet verkeerd zijn. Ik zie al volgens mij nu tik, hoor. Robin Prupper naar Chelsea. Zou niet verkeerd zijn. Overigens, het nieuws van de week. Niemand had het erover. Dat was toch best opmerkelijk. Martin van Giel, die weggaat bij Feyenoord, Michele. Ja. Verbaast het jou niet zo? Ja, eigenlijk niet. Die man heeft wel heel veel kritiek over zich heen. Hij zou de situatie bij als geen andere kennen binnen de club. En ik denk dat hij wel bedacht heeft, ja... Ik ga het niet veel beter van maken. En hij heeft genoeg ervaring om te bepalen wat de beste keuze is. Genoeg klusjes gehad. Ja, inderdaad. Of hij moet wat anders al hebben. Kan ook. Daar ben ik wel benieuwd naar. We kunnen het beste denk ik even over hebben met onze vrienden van de Kein Geloel podcast. De Feyenoord podcast. Wesley van Oevelen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Vlag uit in Rotterdam-Zuid. Bij jou? Ja, dat vind ik wel heel lastig hoor. Dat gevoel kreeg je wel een beetje bij de supporters. Ja. Sommige supporters die stonden echt te juichen toen hij wegging. Ja, ik denk ook aan een goede moment. Hè? Ik bedoel, ik zag net die kampioenschaal hangen. Daar werd een beetje op ingezoomd. Ja. Ja, dat is ook mede door Martin van Giel. Ja, dat was een beetje de vraag van mij deze week aan Jan de Jong, algemeen directeur. Hoe zullen de supporters terugblikken op de periode van Martin van Giel? Gaat het dan toch om het kampioenschap of om de negatieve sfeer die er nu hangt? En hij zei, ja, ik hoop het kampioenschap. Maar... Ja, dat hoop ik zelf eigenlijk ook een beetje. Kijk, als je over 10 jaar terugdenkt aan Martin van Giel, denk je ook, dan denk je vast als eerste aan het kampioenschap. En niet aan de laatste
anderhalf jaar waarin hij steeds meer kritiek kreeg. Vooral dit seizoen natuurlijk. Hè. Dat was ongekend. Vanaf de tribune zoveel liedjes over hem. Negatieve liedjes, weet je wel. Martin rolt op en Van Geel, het is de hoogste tijd. Dat soort liedjes werden er gezongen. Ja, ja dat is niet vol te houden voor zo'n man. En ik snap dan wel dat hij weggaat ook, hoor. Dat snap ik echt wel. Ik vind het ook wel moedig. Want ik had ergens wel gedacht dat hij nog wel door zou gaan. En dan heeft hij toch de eer aan zichzelf gehouden. Dus wat dat betreft is het wel heel erg verrassend. Dus ja, de vlag uit. Nou, ik keek eerder met open mond van verbazing. Heb ik dat nieuws gehoord deze week. Ja, inderdaad. Het is de timing. De timing is uiterst opmerkelijk natuurlijk, nadat net bekend is gemaakt dat hij een nieuwe trainer heeft aangesteld. Het lijkt me ook niet een hele ideale situatie voor de nieuwe trainer. Nee, zeker niet. Zeker niet. Helemaal als er een technisch directeur komt die het niet in Jaap Stam ziet zitten. Hè. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik bedoel, dat voetbalwereldje, dat werkt eenmaal gek. Ja, ik vind het dat is ook inderdaad merkwaardig. Maar ja, je moet ook een beetje denken, sinds anderhalf jaar, sinds die titel, is eerst Schudde weggegaan natuurlijk, de algemeen directeur, toen de trainer en nu technisch directeur. Dus ja, eigenlijk alle kopstukken van Feyenoord van de afgelopen jaren, die zijn er nu niet meer. En je moet helemaal opnieuw gaan bouwen. Ja, Jaap Stam zal een van die drie natuurlijk zijn. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat klikken met die nieuwe technisch directeur. En wie dat ook wordt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dat is best wel even afwachten wie dat gaat worden. Want voor mij, als ik het goed heb, 3 jaar geleden moest hij er eigenlijk al uit, hè, Van Geel. Na een heel slecht seizoen. Dat was die periode dat Van Bronckhorst 7 wedstrijden op rij had verloren. Hè. Uiteindelijk pakte ze toch nog de beker. Toen heeft voor mij de baas van de RVC nog gezegd, krijgt toch nog een nieuw contract. Je mag blijven. Ja. Nu binnen de RVC waren er weer wat, hè, want de RVC is ook veranderd tussendoor. Zijn er weer wat jonge mannen geweest die hebben gezegd, ja, nu is de maat vol. Ja, precies. Ja, zo is dat inderdaad gegaan. Die beker die hij heeft gepakt in 2016 was dat. Hè? Feyenoord pakte toen de beker. Dat was echt zijn redding. Ja, dat je daarna kampioen wordt, had natuurlijk niemand aanzien komen. Maar dat toen hebben we in de Kein Geloel-uitzending een keer besproken dat die man een standbeeld zou moeten krijgen. Dan moet je even nagaan. Hè? Je bent anderhalf jaar verder en nu gaat de vlag bijna uit nu die weg is. Dus het is bizar hoe dat werkt. Weet je wat ik zeg, waar ik eigenlijk mee begon? Je moet het ergens ook wel gewoon koesteren, hè, die mooie momenten. Maar wat je overal wel hoort, het is wel tijd voor een nieuw elan, voor een nieuwe wind. Als we naar de goede momenten gaan kijken van hem. We hebben het even op een rijtje gezet, zijn aankoopbeleid van Geel. Dat zijn natuurlijk niet alle transfers. We hebben de meest succesvolle transfers op een rijtje gezet. Nou, er zitten er een paar hele goede bij. Gudetti natuurlijk was een schot in de roos. Pelle. Ja. Die kunnen we ook wel stellen. Ik denk dat Jan Maat, Toornstra, dan wordt het dat. Ik denk dat die vier toch wel de beste zijn geweest. Zeker voor hoeveel geld ze hebben uitgegeven. Dirk toch? Wat zeg je? Kuit? Ja. Die heeft ze de lampstiel gegeven. Ik betwijfel of dat echt werk is geweest van Geel. Ja, nou, hij zal er niet voor gelegen hebben. Wat zeg je? Hij zal er ook niet voor gelegen hebben. Maar ik bedoel, als Dirk 3 jaar eerder had gezegd, was hij 3 jaar eerder gekomen. Ja, okay. Kijk, bij deze ander heeft hij echt moeten onderhandelen om die spelers te halen. En bij Dirk stond, maar dat weet jij beter, Wesley. En hetzelfde voor Van Persie. Voor mij konden die elk moment van hun carrière terugkeren, toch? Wat betreft supporters wel. Kijk, Kuyt was op het moment dat hij kwam, heeft hij heel erg veel kritiek gekregen. Want het was eigenlijk te laat. Hè? En dan word je toch kampioen, dus dan heb je het in die zin wel goed gemaakt. Ja. Maar noemde je Elia ook even bij het rijtje? Dat had ik even niet in de gaten. Dat was Lars. Dat was ik. Okay, dat is ook een hele grote geweest natuurlijk. Ja. En zo heb je er wel meer gehad. Hè? Maar heb je ook een lijstje van die verkopen of niet? Want dat is waar die ook vaak wel kritiek om kreeg. Kijk, de aankopen zijn altijd goed geweest. Maar de verkopen, daar kan je wel je vraagtekens bij zetten. Nederland zelf al in 2014 het geweldig gedaan. Halve finale gehaald met geloof ik 5-6 Feyenoorders erbij. Zeker. Met Jan Maat, met Klaasie, met de Vrij. Precies. Ja. Ik heb het in die ook eventjes, ik heb ze allemaal even opgeschreven. Ja, die hebben niet zo heel erg veel opgeleverd. Bij elkaar is het geloof ik nog geen Frenkie de Jong. Kijk, nou zijn ze allemaal niet zo goed als Frenkie de Jong. Maar je mag toch wel hopen dat je daar iets meer voor krijgt. En daar heeft hij best wel wat kritiek op gehad. Ja, zeker. Nog 2 punten, Wesley, die ik een beetje door wil nemen. Het lijkt mij ook niet heel echt lekker dat moment dat Van Geel
bekendmaakt dat hij weggaat. Dat een uur later zijn baas, een tevens vriend en iemand die het emotioneel zwaar met zijn vertrek had, die dan zegt, hey, de voetbalpyramide. Ja, dat, ja, we kunnen best wel weer toetreden. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Kijk, Van Geel die stond eenmaal voor dat punt. En die heeft dat, laatst bij de tafel van Kees nog uitgelegd waarom hij dat niet wil. Ja, kijk, wij als supporters begrijpen daar helemaal niks van. Maar wat er nu gebeurt met Jan de Jong, ja, doet hij dat nou om te scoren? Of het is een beetje... Nou, zeg maar, jij bent de Feyenoord supporter. Ja, we krijgen er allemaal een beetje naar gevoel van. Van Jan de Jong sowieso, wat hij de afgelopen tijd aan het doen is. En, Je lacht erom, maar ja, het is toch bijna clownesk. Ik bedoel, hij moet die man toch. Hij geeft hem gewoon een trap na eigenlijk. Terwijl hij hem altijd zo heeft gesteund. Ik denk, ja, dat kan niet. Nou, ik weet niet of je onze redactiepodcast vaak luistert. Maar ik mag twee dingen niet meer benoemen. Of ik over twee dingen niet meer boos word. Dat is de VAR. En dat is Jan de Jong. Aangezien je het daar bijna elke week over kan hebben. Maar goed. Had Van Geel gewoon willen toegeven soms dat hij misschien niet helemaal goed zat. Zoals met die piramide. Nee, maar kijk, heeft hij niet te lang doorgevoerd, zeg maar, zijn standpunt? Nee, maar kijk, dat is echt het standpunt waar... Kijk, het financiële gedeelte, daar ben ik het opeens nog steeds... Daar kan ik niks over zeggen. Dat zijn een select aantal mensen binnen Feyenoord die daar daadwerkelijk iets over kunnen zeggen. Maar dat hij gaat roepen, ja, dat vind ik nooit zo goed. En dat doet Jan de Jong ook. Dat AZ en Utrecht en Ajax geen profijt van hebben. En dat ze er misschien zelfs liever ook wel uit zijn. Ja, dat snap ik dan echt niet. Ik kan me niet voorstellen, waarom ga je over andere clubs praten terwijl je het... Je het zelf niet op orde hebt. Ja, maar is hij niet zo ver erin dat hij eigenlijk niet meer terug kan om toe te geven dat hij er misschien zelf naast zit? Nee, maar ik heb het nu over de Jong, hè? Ja, oké. Okay. Nee, Van Geel heeft toen gezegd, financieel moest ik een keuze maken destijds. Nee, oké. Okay. Maar ik bedoel, als het bij de tafel van Kees had hij toch misschien ook toe kunnen geven dat hij misschien fout had gemaakt. Dat was zeker. Toch, dan had hij misschien dit kunnen redden. Ja, nou, dat was een optie geweest. Ja. Wesley, als we kijken, Van Geel is weg. Moet Dirk het dan maar gaan doen? Ja, heeft het wel in de vingers. Ik heb Jeroen, heeft het in de vingers? Ja, dat heeft hij ook in de vingers, heb ik gehoord. Oké. Okay. Hij heeft een jaar meegelopen met Van Geel. Dus wat dat betreft zou hij wel de kneepjes nu een beetje... Hij heeft het een beetje geleerd. Alleen hij wil heel graag trainer worden. En hij gaat ook die cursuscoach betaald voetbal doen. Dus het zou erg gek zijn als hij dat op zou geven. En als technisch directeur aan de slag gaat. Maar ja, het is wel een optie. Ik denk dat het best wel even overwogen wordt. Dat maar er over nagedacht wordt. Wesley, even serieus. Stel dat Jan de Jong morgen opstapt. Dan denk ik dat er wederom een stroming komt die zegt... Ja, waarom niet Dirk Kuyt? Ik denk bij elke functie die nu vrijkomt bij Feyenoord... wordt er gewoon geroepen... Ja, maar op zich kan Dirk Kuyt dit ook wel, toch? Ja, het schijnt ook dat de kantinejuffrouw is opgestapt... en dat hij daar ook genoemd wordt. Ja, Dirk kennende, ja. Ja, hij kan het allemaal... Je kan toch gewoon trainer en TD tegelijk? Dat gaat hartstikke goed. Dat zie je wel af en toe. Nee. Maar... Is dat met Alex Pastoor geweest dat je dat niet moet doen? Ja. Michel Salden, inderdaad. Nee, dat zijn wel meer. Ja, kijk, dan moet je naar een Engels model, hè, naar managers. Maar goed, Dirk Kuyt, ik denk niet dat iemand hier in de studio... Kijk naar even Michele of Robin, die zeggen... Dirk Kuyt, goede technisch directeur. Ja, moeilijk in te schatten. Maar ik denk dat Feyenoord verdient in ieder geval iemand die wat ervaring als technisch directeur hebt. Het lijkt me niet een speeltuin, Robin. Dat je gewoon kan zeggen, hey, jij hebt een groot netwerk. Anders word je ons technisch directeur. Nee, ik denk het ook niet. Maar ik denk ook dat hij echt hoofdtrainer wil worden. Ja. Denk ik. Ja. Ja. Maar zal hij dan nooit zeggen van laat mij eens even met rust? Jullie roepen altijd mij. Ja, nou, dat vraag ik naar mezelf. Hebben we het over dezelfde Dirk Kuyt? Het lijkt me ook voor niet. Maar je zou toch denken dat je bij jezelf, nou weet je, laat me met rust, man. Maar we hebben het over dezelfde Dirk Kuyt. Ja, nee, ja, goed. We hebben het over die Dirk Kuyt, die krulletjes. Altijd de vraag altijd stellen lopen. Is een beantwoorden, heb ik al door in deze. Maar goed, ja. Wesley, Dirk Kuyt dan niet. Wie dan wel? Zo, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik ben er nog niet uit. Ik heb wel de naam van Steven bij horen komen. En ik wil ook echt dat het iemand is, een beetje een zwaargewicht in het vak, weet je wel. Iemand die echt al heel veel heeft meegemaakt, veel clubs heeft gehad. Ja. Ook ervaring heeft in die zin dat hij clubs beter heeft gemaakt. Ja, dan hoor ik Joris Matthijssen. Ja, hoe lang is hij al bezig in dit wereldje als technisch directeur? Nee, langer. Maar ja, dat vind ik gewoon nog te snel. Ik weet niet of hij echt... Want hij doet het natuurlijk geweldig bij Willem II. Maar ja, is dat niet wat snel? Kan hij echt technisch directeur van Feyenoord worden? Ik heb mijn vraagtekens daarbij eerlijk gezegd. Maar waarom wordt er dan niet gekeken naar bijvoorbeeld een Max Huiberts? Die bij AZ ongelooflijke dingen doet. Al heel lang een nieuw model doet. Innovatief. Eigenlijk alles wat dit Feyenoord mist... Nou ja, die heeft ook, komt uit een hele moeilijke positie, zeg maar, van het oude AZ en dan die transformatie die hij heeft gemaakt.
ik snap niet waarom ze daar niet gewoon geld in investeren. Maar... Nee, ja, die wordt ook genoemd. Die wordt ook genoemd. En daar raak ik best wel positief van. Want ja, dat is iemand inderdaad wat je allemaal noemt. Ja, kijk ook even naar AZ. Hè. Dat was ook een paar jaar geleden helemaal niks. Nee. En die zijn ook zo gegaan. Dus wat dat betreft is dat ook dat succes deels hem toe te schrijven. En ja, wellicht is dat een optie. Maar wat ik daar vooral het hele interessante aan vind van Max Huibers. Max Huibers heeft eerst heel lang in de scouting rondgelopen. Is toen hoofdscout geworden. En uiteindelijk doorgeschoven naar de functie van technisch directeur. En ondertussen is ons Italiaanse vriend weer terug. Prima. Dus ik denk dat dat heel interessant heeft. Dus alles meegemaakt, in meerdere posities gewerkt. Ja, ik zou toch wel neigen naar zo iemand. Ja, maar we gaan nu dus een innovatief iemand opperen bij een club die dik advocaat is. Ik heb het toch niet over innovatief? Nee, oké, maar goed, dat zegt Jaron, dus die herhaal ik gewoon nu. Nou, het lijkt me het allerbelangrijkste, maar dan gaan we het weer hebben over Feyenoord en laten we dat ook niet doen. Laten we dat ook niet doen. Nee, dat het allerbelangrijkste is. Wesley, ik wil jou vooral heel veel sterkte wensen in deze lastige periode daar in Rotterdam-Zuid. En ik ben ook overigens wel benieuwd hoe jij naar de rest van het seizoen kijkt. Om daar maar even af te sluiten. Tja, het is ook bij ons in de podcast wel eens gezegd. Je hoopt eigenlijk dat iemand een tijdmachine in elkaar kan zetten. Dat je er met z'n allen in kan. En dat je pas in juli een keertje uitstapt. Als het volgende seizoen bijna van start gaat. Dirk Kuyt heeft zo'n magisch stopwoord, toch? Ja, dat is waar. Ja. Misschien dat ik hem even ga bellen. Maar nee, weet je wat het is? Je moet gewoon derde worden. Als dat niet lukt, dan hou je geen Europees voetbal. En dan loop je echt heel erg ver achter op Ajax en PSV. Wat je al doet trouwens. Maar dan is dat gat echt nooit meer te dichten. Dus nee, je moet gewoon derde worden. Je moet Europees voetbal halen. Je moet een goede zomer tegemoet gaan met transfers. Een goede technisch directeur erbij. En dan komt het, hoop ik, volgend seizoen weer een beetje goed. Wesley, ik wil je heel veel sterkte toewensen in deze periode. En ja, dank voor je tijd, jongen. Rustig aan, we spreken elkaar. Heel bedankt. Yo, succes. Hoi. Ja, Max Huibers, tot nu toe enige serieus optie. Heb jij nog ideeën? Ik zal ook een beetje in het buitenland kijken. Nou ja, kom maar door. Ik ben heel nieuwsgierig naar die Akkers van Midtjylland en Brentford bijvoorbeeld. Ja? Ik lees heel veel van hem. Het is wel een hele innovatieve man, jong. Hij is van die Nokia-speech, toch? Ja, van How You Create Hunger in Paradise. Ja. Is een voorbeeld, maar het zijn voor er voor de mensen die denken, waar gaat het over? Google even, of zoek op YouTube even het filmpje. Heel motiverend. Dus, en zo zijn er meerdere. Ook onze buren hebben wel leuke jonge figuren die rondlopen. Die vooruitstrevend zijn. NAC heeft er eentje net aangesteld. Ja. Van Sint-Truiden. Dus als je ziet dat je zoveel moeite hebt in Nederland om de ideale kandidaat te vinden, dan moet je toch ergens anders gaan zoeken. Ja. Belangrijk is dat je wel moet iemand zoeken die precies past in wat de filosofie van de club moet zijn. En als je hoort nu dat alles moet via de jeugd, ja, dan moet je toch misschien niet een scout vinden, maar wel iemand die daarmee zijn focus kan neerleggen. Maar goed, dat is de focus nu, hè? Je weet niet hoe het over een jaar weer daar is. Ja, goed, ik denk niet dat ze ineens zoveel geld om op de transfermarkt. Nee, maar ik bedoel, het allerbelangrijkste, wat iedereen noemt natuurlijk namen. Misschien heeft Robin natuurlijk wel de gouden naam voor Feyenoord. Maar het begint natuurlijk bij visie. Wat wil je nou eigenlijk? Dat, is dat niet het probleem? Er gaat toch niks veranderen op het moment dat Jan de Jonge blijft zitten? Dan krijg je toch weer een versie van Jan de Jonge die onder hem gaat zitten. Dus ik ben 100%, ik zou zeggen, inderdaad, haal iemand van Midtjylland. Dat had ik ook bij de trainer. Ja. Stel niet Jaap Stam aan, maar stel de trainer van... Hagen bijvoorbeeld. Ja, precies. Gewoon echt iets waarmee je vooruit kan. Maar op het moment dat Jan de Jonge blijft zitten, krijg je een versie van Jan de Jonge en krijg je Jaap Stam. En blijf je dus weer een beetje in die middenmoot. En dan zal je één keer in de 20 jaar een titel pakken. Voor mij hangt Wesley op nog, hè? Dus wel oppassen. Sorry. Eén keer in de 20 jaar. Maar goed, duidelijk. Of tenzij, heb je de gouden naam? Wil je hem delen met ons? Nee, geen idee. Goed, David misschien? Nee, ik heb geen suggestie. Maar ik hoop wel dat ze goede keuzes maken natuurlijk. Want dan dat is goed voor de concurrentie. Hè, en ook voor die club. En ik denk dat ze heel goed moeten gaan nadenken. Bijvoorbeeld hoe ze doorgaan met die jeugdopleiding. De stap ertussen. Hè, dat ze overstag gaan. En dat ze wel mee gaan doen in die hogere divisies. Weet je, in die piramide. Ja. Want dat is... ik heb Jong Feyenoord zien spelen. Twee keer. Maandagmiddag of niet? Nou, niet kort geleden. Zeg maar een week of vier geleden. En dat viel erg tegen. Ja. En niet zozeer individueel kunnen ze misschien wel wat. Maar hun voetbalfilosofie zag ik er niet echt in terug. En je ziet dat die jongens op dat niveau eigenlijk niet de stappen maken. Waarop spelers van Feyenoord, van het kaliber wat Feyenoord wil, die zouden moeten maken. Heel goed. En ik ga nu afscheid nemen, want ik ga naar Telstar tegen Eindhoven toe. Telstar Eindhoven. Een potje. Oftewel, Terrell Ondaan tegen Branko. David Nascimento. Voorspelling?
Dus met een totale dat hangt er. Ik moet zeggen, Eindhoven kan beter voetballen dan je misschien denkt. Hebben goede eners, spelen zeker aardig. Dus 2-2. 2-2? Ja. En Ondaan en Van der Bomen scoren? Ondaan, belangrijke speler natuurlijk daar. Ja, Van der Bomen die maakt altijd al die goals. Ja. Ja, je noemt dat twee heel voor de hand liggende namen. Okay. Ik ga kijken. Ik ga kijken. Ik ga kijken naar de linksachter van Telstar. Zoek maar uit wie dat is. Oké, heel goed. Lars, links bij. Of zullen we doorgaan met Toto? Doe maar door. Okay. David, dankjewel. Hoi, hoi. Door met de allereerste supersnelle Toto-ronde. Yes. Ja, Lars, het is niet de beurt aan jou, maar aan Jaron. Ja. Ik gok dat de eerste wedstrijd Liverpool tegen Spurs is. Goed, oog in je achterhoofd. Lekker, man. Ik denk een polletje. Een polletje? Ja, lijkt me wel handig. Want... Ik heb er niet echt over nagedacht. Nou ja, ik heb er over nagedacht, maar ik denk dat een polletje mij hier uitslag kan bieden. Liverpool. Ja. Dit is wel een hele overtuigende Liverpool. Ik denk niet dat het zo makkelijk wordt, maar ik denk wel dat Liverpool deze wedstrijd gaat winnen. Oké. Okay. Dan gaan we door met de volgende. Dat is die Italiaanse. Interlatio, hij is net weg. Interlatio. Dat is jammer. Maar we kunnen het vragen aan onze Italiaanse vriend. Interlatio. Interlatio. You're gonna win? Yeah? Yeah. Inter, like 3-1. Oh, oké, scoren erbij. Okay, ik heb prima. Net uit... Icardi gaat weer in de basis spelen. Icardi is terug. Ja. Icardi is weg. Ja. Hey, gaat De Vrij nou weer een wedstrijd tegen Lazio missen? Je hebt nou dit is toch al de derde pot tegen Lazio dat hij niet heeft er wel één wedstrijd heeft hij wel gespeeld. Maar hij heeft er al 3 gemist, hè? Ja. Of dit wordt de derde die hij mist. Hij is toch bekend omdat hij juist vorig jaar speelde terwijl bij Inter al ge... Ja, maar nu met Inter, andersom. Ja. Ja, hij heeft nu nog volgens mij nog één keer tegen Lazio. Nou, volgens mij is het een supersnelle toteronde, dus Inter. Inter, oké, okay, Edor. Ajax tegen PSV, dat wordt Ajax. Serieus, heb je de kwartiering gezien van PSV? Nee, want ik kijk me... Ja, nee, je doet het zo goed uit je hoofd. Nee, ik heb de kwartiering niet gezien, maar ik denk dat Ajax deze wedstrijd gaat winnen. Oké, okay, goed. Nou, dat is jouw kwartiering. 6-11. Nou ja. Gezellig. Toch 30 euro. Ja, heel goed. Lekker. We hebben tot nu toe, maar dat is misschien nieuws voor later in de show. Alle drie nog een keer een totootje goed. Ja, ja. Één keer. Heb jij hem goed gehad? Ik had het vorige week goed. Toen jij me zo belachelijk maakte over Dordrecht. Weet je dat ook? Nee, ik zei Dordrecht. Nee. een raar ploegie, zei nee, je dat is wel doen, uitgekomen. Maar dit is gewoon... Het is op internet, hè? Je kan het terug... Dus iedereen kan zien wat je gezegd hebt. Ja, maar dit was... Okay, de keeper van Dordt had niet snel goed. Daarover misschien later meer. Laten we doorgaan met Ajax-PSV. Hoe is het met de spanning? Ja, dat is wel aanwezig, maar dat begint zondag pas. Maar ik denk, ik ben wel positief. Vorige keer was ik ook positief tegen AZ, dus dat betekent niet zo heel veel. Maar ik denk dat... Je bent ook helemaal niet zenuwachtig met die bal heen en weer aan het gaan, hoor. Nee, dat heeft niks met zenuwen te maken. Okay. Maar ik denk dat dit Ajax, ze missen misschien alleen Ziyech, toch? Ja? Dat is er nog een twijfelgeval. Nee, die gaat spelen. Die gaat spelen. Heeft vandaag gezegd, hij heeft alles mee kunnen doen op de training. Ja, je hebt natuurlijk die vorige wedstrijd heb je in het achterhoofd zeg maar tegen PSV. Ja. Toen verloor je onder andere door De Ligt. Die is er nu bij. Ik denk dat je daardoor Ajax veel meer in eigen spel kan spelen. PSV hoeft niet. Dus die gaat wat, denk ik, wat meer naar achter spelen en loeren op de counter. En ik denk dat Ajax een Champions League wedstrijd gaat spelen. Dus vol gas eroverheen. Wat een woorden. Zo. Kijk naar de man hier rechts. Ajax of PSV, Robin? Ik zou voor een gelijkspelletje gaan. Ja? Denk ik, ja. Waarom? Kijk je er ook eigenlijk trouwens ook heel erg naar uit, naar deze wedstrijd? Jawel, eigenlijk wel. Ik vind het wel, dit is wel natuurlijk cruciaal voor de competitie, denk ik. Dus dat is leuk om te zien, ja. Ja. Voorspel je een beetje wat Jaron nu net zegt? Dat Ajax een Champions League-waardige wedstrijd gaat spelen en PSV gaat afwachten? Nou ja, ik denk dat Ajax wel meteen op het begin meteen eroverheen wil klappen, ja. En PSV gaat denk ik lekker achterover leunen en hopen op een counter met Lozano en zo. Ja. Hoe zie jij het, Michele? Ik denk dat Ajax wel de wedstrijd in de Eredivisie-wedstrijd van het jaar gaat spelen. Zeker omdat ze thuis speelt in de Arena. Ja. En ze moeten winnen. En dit jaar hebben we wel vaker laten zien dat als de druk echt erop zit, dat ze wel het maximaal kunnen eruit halen. Dat is misschien wel een beetje de kracht van Ten Hag geweest. Ja. En volgens mij is bijna iedereen fit. Ja. Tagliafico ook. Ja, alleen voor mij Eiting missen ze. En Mandé. Ja, Karel. Ja, oké, dat is een langdurige blessure. Dat is een aderlating, die Mandé. Het is ook leuk voor iedereen, denk ik. Want je wilt toch dat de competitie nog spannend blijft de volgende 7 wedstrijden na deze. En als PSV wint, is het over. Ik denk dat ze in Eindhoven daar anders over denken. Marco Timmer, een hele goede middag. Goedemiddag, mannen. Kijk. We horen je wel. Kijk, daar zien we. Ja, lekker weer, toch? Ja. In de achtertuin. Lekker. Prima. Marco. Goed zonnetje hier, hoor. Wat zeg je?
Goed zonnetje hier. Ja, nou prima. Ja, dan woon je daar prima, uitstekend. Vorige keer kwam je zoon er nog bij voorbij rennen. Misschien zien we dat prima. Zo meteen wel. Maar laten we het eerst hebben over PSV. Want hier wordt gezegd, als PSV wint, dan is het klaar. Ik denk dat dat ook wel een beetje het gevoel daar is, toch, in Eindhoven? Nou ja, dat zullen ze in elk geval, de Brabanters kennen het nooit zeggen. Nee. Maar ik kan je ook een briefje geven dat als PSV daar wint in Amsterdam, dan is het afgelopen. Dan is het 8 punten, gaan ze niet meer weggeven. Kunnen de mensen van de fietspop de banden oppompen van de platte kar en is de 25e landstitel binnen. Ja, had jij verwacht dat Mark van Bommel zou weten wat Fortnite was? Nee, eerlijk gezegd niet, maar hij heeft net als ik een aantal zoons. Ik heb één zoon, hij heeft meerdere kennelijk. En die weten, ja, dat speelt, die spelen dat. En Van Bommel die ziet dat. Ja, daar word je gek van als vader. Okay. Maar misschien doet Van Bommel stiekem mee hoor, dat weet ik niet. Maar ze hebben meerdere wapens, heb ik gehoord. Dus hebben ze in Fortnite ook. Ja, nee. Apex Legends is het toch tegenwoordig? Nee, maar het is wel, vind je het niet mooi dat als het dan in de Eredivisie gaat over de topper? Dat is perfect. Dat vind ik, ja, het is dat top, hij gewoon maar. Een referentie maakt aan Fortnite. Stop. Ja. Stop. Ja, ja. Denk je dat die Ajax-spelers dan ook, als ze nou scoren, zo'n Fortnite-dansje tegenover hem gaan doen? Ja, dat zou legendarisch zijn. Dat zou wel moeten, dat moet nu. Dat is nu verplicht. Toch? Ja, dat nu in de gaat dat dan zo in zo'n selectie? Er is wel een copyright claim, denk ik. Ja, maar ik denk dat Fortnite niet zo werkt. Ja, ik heb geen idee hoe zij of Ajax het überhaupt heeft gelezen. Maar of een trainer dat over jullie zou zeggen. Ja, weet je, wij kunnen tegen Heracles meerdere dingen spelen. Want wij hebben net als Fortnite meerdere wapens. Nou, en jij zou scoren, zou je zo'n dansje doen? Ik kan me goed voorstellen dat er spelers zijn die dat zo doen, ja. Maar ik zou dat niet zo snel doen, denk ik. Maar, ik denk trouwens dat we Frank Wormoed niet heel vaak over Fortnite zullen horen, toch? Nee, ik denk niet dat hij het kent, nee. Heel goed, maar Marco, als we het dan gaan hebben over Mark van Bommel, heeft hij zijn plan al klaar, denk je, voor zondag? Of zijn er nog wat twijfels? Nou, het mooie aan Van Bommel is dat hij zegt dat hij altijd twijfelt, maar dat hij zijn plannen wel klaar heeft, maar dat hij nog twijfelt over de twijfel. Ik kom net uit Eindhoven, daar heeft hij het perspraatje hebben we gehad. Ja. En hij heeft de puzzel op het middenveld heeft hij klaar. Hij zei dat hij in zijn in zijn jeugd met de familie om de tafel met een groot bord regelmatig gaan puzzelen was. En dat hij daar vrij goed in was. Maar het is nogal een aardige puzzel voor het middenveld. En hij zegt dat hij er klaar mee is. Dus ik verwacht dat er een middenveld staat waarmee Van Bommel denkt dat Ajax bestreden kan worden. Ze kennen jou bij Voetbal International ook wel als het tactisch meesterbrein, Marco. Hoe zou jij het neerzetten op het middenveld? Nou ja, het ligt er een beetje aan wat je als uitgangspunt neemt. Het uitgangspunt van Ajax is aanval, dominant voetballen op de helft van de tegenstander. Ja. Het uitgangspunt van PSV is toch niet verliezen. En dat is anders dan moeten winnen. Ik zou, als ik Van Bommel was, zou ik starten met het trio van voor de winterstop. En dat is Rosario, Hendricks en toch Pereiro op 10. Okay, ik zie jou ja knikken, Robin. Ja, ik zou ook sowieso met Hendricks spelen, denk je. Ja, waarom? Nou ja, dit soort wedstrijden denk ik dat hij wel handig is om mee te spelen. Ja. Is dat ook jouw redenatie, Marco? Gewoon de ervaring? Ja, ervaring. De laatste wedstrijd tegen VVV speelde PSV met een heel jong middenveld. Hè? Rosario, Sadilek en Iataren. Ja. Dat was erg jong. 22 jaar, 19 jaar en de laatste Iataren net 17 jaar geworden. Dat is denk ik te jong om in de belangrijkste wedstrijd van het jaar te starten tegen Ajax, dat heel getergd is en moet winnen om nog kans te houden op de titel. En dan kun je beter maar ervaring opstellen met jongens die wedstrijden gespeeld hebben. Nou, Hendricks, die weet wat het is. En Pereiro, ja, hoe gek het ook klinkt, gezien zijn rol de laatste maanden bij PSV, ja, die heeft toch de ervaring van grote wedstrijden spelen. Ook weer met Uruguay onlangs. Ja. Die weet wat het is om tegen Ajax te spelen. Dus ik zou hem daarop stellen. Ja, inderdaad. Zal Van Bommel nog een paar... We kennen natuurlijk wel die duels van hem met Ajax. Zal hij nog een paar van die smerigheidjes vertellen tegen zijn spelers? Dat die even moet doen? Ja, ik denk dat met zeker Hendricks is ook wel iemand die het randje gaat opzoeken. Ja, maar daarom. Dat hij misschien hem even instrueert van... Ik weet niet. Zal dat nodig zijn bij dit PSV, Marco? Dat die spelers... Nee. Nee, het is niet nodig. Het is niet nodig, maar Van Bommel, dat zag je vandaag ook weer tijdens de persconferentie. Die leeft van dit soort wedstrijden. Die vindt het fantastisch. Ja. En hij kreeg natuurlijk vragen over zijn verleden als speler. Ook over wat zijn mooiste herinnering was. Nou ja, dat was die wedstrijd in 2005 waarin hij 3 keer scoorde. Ja. Maar hij zei, joh, het is heerlijk om door 53.000 man uitgefloten te worden. Want
dat betekent dat ze je liever niet op het veld hebben. Nou ja, die mentaliteit die brengt hij wel over op zijn spelers. Maar hij zal ze niet geen smerigheidjes aanreiken. Wel zegt hij dat je op de rand moet spelen en soms lekker erover. Maar niet zo ver dat je eruit wordt gestuurd. Dus ja, dat als hij dat meegeeft aan zijn spelers, dan wordt het in elk geval een hete wedstrijd. En dat verwacht ik sowieso wel. Ja, wat jij zegt, je ziet aan hem dat hij leeft voor dit soort wedstrijden. Hoe zie jij dat op de persconferentie bij hem dan? Ja, hij speelt een spel met de journalisten die hem natuurlijk vragen naar de opstelling, die hem natuurlijk vragen naar de strijdwijze, die natuurlijk vragen naar Ajax, want hè, dat scoort natuurlijk altijd. En hij glimt en hij is ontspannen en zijn ogen die verraden dat er iets heel groots aan zit te komen. En als we het op de voetbalwereld mogen betrekken en even de rest van de wereld buiten beschouwing laten en in de Eredivisie kijken, dan is het natuurlijk ook groot wat er zondag gaat gebeuren. Zeker. En ja, het is duidelijk als Ajax niet wint van PSV, ja, dan zet PSV een reuze stap richting de titel. En ja, dat had toch denk ik vooraf dit seizoen niet iedereen bedacht. Nee, absoluut niet. Wat zie je me nou aan te kijken? Nee, ik zit alvast te denken ook aan volgend seizoen. Oh, ik dacht dat wel die voorspelling had gegeven dit jaar. Oh, dat was jij. Dat was Neil Petersen, dames en heren. Dat was Neil Petersen. Nee, ik zit dat Paulsen dan volgend seizoen in de technische stap van Ajax zit. Ja, Paulsen van Bobbel. Ja, dat gaat daar een handje worden van tevoren. Ja, inderdaad. Maar Marco, even twee dingetjes. Opmerkelijk nieuws nog vandaag. Dat Ihattaren officieel is overgeheveld naar de A-selectie. Waarom moest dat naar buiten gebracht worden? Ik vind het trouwens, wat jij ook zei net over Martin van Geel. En nu Ihattaren, ja, ik vind dat nieuws niet de week domineert, hoor. Het nieuws dat Freek Jansen VI gaat verlaten. Hé, je hebt hem mee geopend. Zeker. Oh, dan is het goed. Ik heb het niet gezien, ik zat nog in de auto. Oké. Ja. Ihattaren, nee, maar dat zat eraan te komen. Ik bedoel, dat is geen verrassing. Die jongen die is inmiddels basisspeler en die hoort erbij. En zet reuze stappen, die slaat ongelofelijke stappen over. Ik denk dat Van Bommel ook inziet dat deze wedstrijd tegen Ajax voor hem ja, net te vroeg komt, omdat hij onervaren is en je hem misschien niet aan Frenkie de Jong moet koppelen. Maar dat die jongen er reuze stappen zet, dat is duidelijk. En dit is een mooie beloning voor hem. Ja, het enige wat ik dacht, ja, dat nog officieel naar buiten gebracht moet worden. Ja, ja. Maar goed, overigens, je zegt Freek Jansen weg. Groot gemis voor Voetbal International. Nou, ik ben ook een beetje boos op jullie. Ik bedoel, jullie moeten natuurlijk ook helpen om, hadden moeten helpen om Freek natuurlijk bij VI te houden. Hè. Ik bedoel, Voetbal International is het voetbalplatform van Nederland. En daar hoort Freek Jansen natuurlijk bij. Marco, zeg maar wat we moeten doen. Ja, het is te laat. Te laat. Ja, is dat zo? Ja, het is te laat. Oh. En dat geeft niet, want we gunnen het Freek allemaal. Dit klonk wel heel zielig. Als ze nou Titanic muziek eronder zetten, ja. Is het te laat? Ja, het is te laat. Zo voel ik me ook een beetje. Kan ik me voorstellen. En, maar goed, nee, hoor, het is hem van harte gegund. En het is hartstikke fijn voor hem dat hij in alle rust daar kan gaan werken. Maar ja. Voor ons is het natuurlijk jammer. En wij zullen een nieuwe Freek Jansen moeten vinden. Ja, wil je een oproepje doen? Nee hoor, dat kunnen we heel goed zelf. Komt goed. Marco, moeten we een nieuwe show starten? In welke show? Ja, So You Think You Can Freek Jansen. Nee, wij hebben in het verleden laten zien dat er gerenommeerde namen bij ons zijn weggegaan. Ja. En we hebben dat steeds goed kunnen opvangen. En ja, uiteindelijk is niemand onmisbaar. Maar, en dan praat ik even op persoonlijke titel, ik vind het heel jammer dat Freek bij ons weg is. Maar nogmaals, het is hem van harte gegund. Hey, je klinkt trouwens wel echt nu als een technisch directeur van een voetbalclub, hè? Van een speler die weggaat. Feyenoord zoekt nog een... Heel goed. Marco, ja, tot slot. Wat is je voorspelling voor zondag? Ik denk dat het 2-2 wordt. 2-2? Oké. Okay. Grote man komende zondag? Aan Ajax-zijde, als hij gaat spelen, Ziyech. Ja. En ik denk dat bij PSV nu eindelijk Lozano een keer moet gaan opstaan. In een hele grote wedstrijd in de Eredivisie. Pereiro heeft het al eens een paar keer gedaan, hè, tegen Ajax. Dit seizoen was hij wat minder in de wedstrijden tegen Feyenoord. Ajax zal drukken. Zal toch moeten opletten dat ze bij het drukken de restverdediging goed voor elkaar hebben. Daar ben ik toch wel een beetje bezorgd over. Want dat hebben de wedstrijden na de winterstop wel uitgewezen dat wel een probleem is. Ja, daar gaat PSV misschien wel gebruik van maken met de snelheid van Bergwijn, Lozano. De kopkracht van Luc de Jong die ze weer... weglegt en een Pereiro die ze tussen de linies kan wegsteken. Ja, dus Lozano denk ik bij PSV de grote man en Ziyech denk ik bij Ajax. Marco, ik wil je hartstikke...
Hartelijk. Hartelijk danken. En trouwens ook nog sterkte eigenlijk wensen met de Eagles. Ja. Ze zullen nou de spelers moeten gaan sparen voor de playoffs. En dan knallen. Een beetje het Erik ten Hag scenario. Hè? In de tijd dat hij bij ons in Deventer actief was. Dan moet je op een gegeven moment je spelers gaan sparen. Zorgen dat je bij de eerste vijf komt en dan knallen in die playoffs. Ik denk dat het tegenman wel toevertrouwd is. Oké, mooi. Marco, dankjewel. Geniet van het mooie weer in Deventer. En we spreken elkaar. Graag gedaan. Fijne weekend, jongens. Bye bye. Bye. En jij was erbij toch, bij de laatste keer dat we deden So You Can Think You Can Stagiair. Weet je dat nog? Ja. Oh ja, toen zat ik achter de schermen. Kan je niet een mooi formatje bedenken voor de nieuwe Freek Jansen? Tuurlijk kan ik dat. Ja? Ja, zeker. Dit is een beetje jouw ding toch? Een beetje formatje bedenken. Kennen we niet talent van? Maar is de vraag, moet je nog 20 minuten worden? Moet je nu op dit moment in VI stappen? Dat is de vraag. Ja, waarom niet? Maar we kennen toch nog wel talentvolle mensen die bijvoorbeeld niet zoveel werk hebben. Sorry, ik zit gewoon naast je. Oh, die niet zoveel werken? Nee, die momenteel niet zoveel werken. Nee, ik ken wel talentvolle mensen die niet zo graag willen werken. Okay, ja. Ik heb geen talent, dus ik voel me niet aangesproken. Nou, heel goed. Klasse. Laten we doorgaan. Jouw voorspelling, jij denkt Ajax? Ajax? Jij ook Ajax of niet? Nee. Nee? Nee, ik denk PSV. Zo? Ja, nee, ik denk omdat Ajax zo erg moet, dat het dan helemaal de andere kant op gaat vallen. En dat het gewoon 0-3 gaat worden. Dat gevoeletje. 0-3? Gevoeletje. Nee, maar dat denk ik gewoon. Is weer zo. Robin, Michele, dit is heel vervelend. Hij roept dus ongeveer in de show 28 dingen. Luister. Mocht hij dan uitkomen, dan... Ja, maar ik kan toch niet iets verklaren wat nog moet gebeuren? Nee? Nee, dat kan toch niet? Dan moet je geen econoom worden. Nee. Nee, dat is waar. Nee, ik ben ook niet zo goed met geld. Beerman? Nee, maar dat denk ik gewoon, Niel. Oké, dat mag. Goed. Laten we doorgaan met de supersnelle totoronde. Succes. De supersnelle totoronde. Ik heb jouw hulp nodig. Dat is Crystal Palace tegen Huddersfield. Oeh. Je hebt lekker de rente uit de pad. De rente uit de pad. Dus een eindje. Een eentje. Waterford tegen Finn Harps. Oeh, een toppertje in de Ierse Premier League. Waterford, de laatste drie wedstrijden niet goed thuis gespeeld. Ik denk een x'je. Je ziet gewoon een schoen door het beeld. Hoezo de fuck heb je Chievo tegen Cagliari. Ik kijk even naar mijn Italiaanse vriend. Chievo Cagliari. Yeah, who's gonna win? Yeah. Gonna win X. Mimo. Mimo. 1-1. Wat zeg je? Hoofdtrainer van Chievo was mijn hoofdtrainer toen ik de eerste twee clubs in Italië. En een goede vriend? Goede vriend, goede trainer. Maar gaan ze ook winnen? Stijf onderaan, toch? Statistisch gezien denk ik dat ze gaan winnen. Want ze doen het eigenlijk altijd goed qua prestaties. Maar ja, ze zijn begonnen met min 7 punten mindering voor financiële orde. Dus ze moeten een keertje gaan winnen. Dus ze gaan vanavond wel winnen, denk ik. Ja, maar ik heb wel eens van iemand gehoord, van een andere voetbaltalkshow. Die zei, statistieken verpesten een goed gesprek. Hij is tegen de statistieken. Nee. Ik heb best wel wat geld dit jaar verloren op Kiev. Want het is best een aardige ploeg, maar staan nog steeds onderaan. Sowieso Cagliari. Cagliari? Ja, en kijk eens, die ligt daar toch? Of niet? Trouwens, trainer van... Cagliari shirt? Ja, die van... Waar ligt die? Die had ik meegenomen, ja. Maar die Cagliari. Kijk. Trouwens, de trainer van... het is een leuke wedstrijd, want de trainer van Cagliari van dit jaar was vorig jaar of midden jaar de trainer van Kiev. Ja, ja. Dus er zitten heel veel spelers die van één club naar de andere club zijn. Sure. Sowieso met Barella hebben ze echt goede voetbal. Ja, Pavolit in de spits. Alleen, dat is wel heel wisselvallig. Ja. Maar dat kan jullie ook maar op 27 punten. Maar even serieus, als jij mij dit shirt hebt van jou gekregen, dan kan ik toch niet voor Kiev gaan? Nou, je bent Kiev een shirt moeten geven. Ja, maar daar heb ik nog niet voor gewerkt. Nee. Nou goed, laten we dus zorgen dat... Nee, dit is een goeie. Cagliari wint, Kiev degradeert, dan hebben ze een nieuwe trainer nodig. Zo is de cirkel om Michele. Ja? Lekker in Verona, vlakbij thuis. Hier, lekker man. Verona. Goed, mijn quoteje, want ik sta lekker in het geel. Dat is €16,76. 16, lekker quoteje. Prima. Het lijkt net een pilsje met een hele grote schuimkraag. Gewoon een sigaret. Ja, zou je deze opdrinken, Lars? Ja, ik zuip alles op. Dit interesseert me niet. Goed. Laten we doorgaan met het voetbal. Het is lastig dat je niet veel voetbalinhoudelijke dingen vandaag roept. Nee, hoeft er niet altijd. Nee, dat is waar. Je had het net over het begin van de show over NAC, over de nieuwe technisch directeur. Ik vond het best wel verrassend. Voor mij is hij in België nog ook niet zo lang technisch directeur, toch? Nee, volgens mij was hij eerst trainer. Ja. Assistent trainer of trainer bij Brugge of Genk. Van de Ab Belen, toch? Ja. Heet de beste man. Ja, en nu technisch directeur bij een hele bijzondere club. Toevallig was ik vorige week daar de laatste wedstrijd voor de play-offs geweest kijken. Bij Sint-Truiden? Ja, Sint-Truiden tegen Genk. Ja.
was ook de enige wedstrijd die nog belangrijk was voor de positie om wel play-offs of geen play-offs te spelen. Een Japanse club. Een hele goede, jij vertelde, wij spraken ook een hele goede Japanse voetballer. Ja, aanvallende middenvelder, heel jong ook. Ja. Echt heel goed om tussen de linies bal komen halen, goede aannames vooruit. Jammer dat geen vervolg kwam, maar niet door hem, maar Genk was gewoon veel beter. Maar ja, nogmaals, ik zie in België toch heel veel clubs die langzamerhand qua structuur, organisatie en spelersbeleid toch wel stappen vooruit maken. En dus ik vind het wel slim van NAC dat ze toch daar hebben zijn wezen kijken. Ja, inderdaad. Wel opmerkelijke aanstelling. Lars? Nee, niks. Ik zit even te regelen hier. Oké, regelen. Facilitair. Nee, dat ze de oude algemeen directeur hebben van Heerenveen. Luc IJsinga. En dan een nieuwe Belgische technische directeur die ook nog een scoutingsbedrijf had. Maar heeft de aandelen overgedragen aan zijn vrouw. Waardoor hij geen dubbele functie meer heeft. Ah, maar die vrouw is een hele goede scout? Of, Nee, ja, geen idee. Maar toen ik dacht geworden, ja, dat is toch raar. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Maar wat, we hebben het toen best wel veel gehad over NAC de afgelopen tijd. Wat vind je uiteindelijk van de keuze die ze nu hebben gemaakt? Ja, we hebben het er net over dat ik niet zo voetbalinhoudelijk ben. Ik bedoel meer dat ze nu een algemeen directeur halen van iemand die een paar jaar Heerenveen heeft geleid. Nou ja, het is in ieder geval niet iemand die nog nooit zo'n functie bekleed heeft. Dus wat dat betreft wel slim, denk ik. Het is alleen, ik vraag me af. Ik heb bij NAC, dat zei ik vorige keer ook, bij NAC altijd het idee dat het ook een beetje NAC-mensen moeten zijn. En ik vraag me af of die dat zijn. Ja. Ja, misschien juist nu wel goed, aangezien wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaren bij die club. Ja. Misschien juist iemand die niet beïnvloed wordt door wat daar gebeurt. Ja, frisse wind, nieuw begin. Ja. En opmerkelijk nieuws ook, dat werd deze ook week bekendgemaakt. Vriend van de show, Willem Wijs. Ja. De tweede assistent. Ja. Nou ja, dat is toch leuk. Ik bedoel, ik vind het sowieso leuk voor hem. Maar ook, ik vraag me altijd af of wij er nog invloed op hebben gehad. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat ze gekeken hebben. Nee, maar dat ze gekeken hebben dat ze dachten, god, dat is een leuk show. Hey, die jongen is ook nog trainer. Nee, niet op die manier. Oh. Maar gewoon, weet ik veel. Ik probeer gewoon even onze credits even binnen te harken op een of andere manier. Dat is gewoon de reden. Noem een meer illustre trio dan Broodvrede Wijs. Tjus. Ja, dat wordt moeilijk. Die laat ik even van me voorbij gaan. Dat is wel een bankje, toch, Jeroen? Brood, Vrede, Wijs. Ik zie ook nog niet helemaal hoe ze bij elkaar toevoegen. Ik zie Willem Wijs en Brood als over tactisch, over restverdediging. Worden denk ik hele interessante gesprekken. Ja. Ik denk dat Brood er heel snel klaar mee is. Ja? Ja, ik heb bij Brood nou niet per se de trainer van dat tactisch meesterbrein is. En als ik Willem Wijs over voetbal wil praten, Willem Wijsneus, toch? Nou ja, ik vind hem vooral heel veel zinnige dingen zeggen. Dus ik denk dat we zo'n trainer wel kunnen gebruiken in Nederland. En, dus ik vind het heel tof voor Willem dat hij die kans krijgt. Ja, natuurlijk. Voor Willem is het ook heel mooi. Ik ben wel echt benieuwd. Want voor mij is Ruud Brood voor 8 wedstrijden nu trainer. Toch? Ja. Met Vrede. En daarna, ja. Dan? Ja, het is wel lastig. Want het is niet dat het heel spannend is voor NAC. Als Emme of wie zit nog meer, de Graafschap 2 wedstrijden winnen, moeten ze 5 van de volgende 8 winnen. Ja. En dan is het denk ik voor NAC die de 4 tot nu toe heeft gewonnen heel lastig. Dus, maar ik weet niet wat de afspraken zijn of hij... Nee, ze gaan naar die 8 wedstrijden kijken. Ja, hij zegt van niet, maar wel groot risico voor hem. Het gaat toch op je cv staan dat je degradeert, al is het maar voor 8 wedstrijden. Zo is het. Ben jij eigenlijk ooit gedegradeerd met Graafschap? 1 keer met Graafschap, ja. Ja? Ja. In de play-offs? Ja, play-offs. Go Ahead Eagles. Oh, dat was ja zeker. Toen jullie nog gelijk speelden tegen Ajax, was dat jaar? Nee. Dat was dat jaar, ja. Ja, ja. Competitie toen werd gelijk. Je broerkampioen, omdat jullie broerkampioen bij DGD. Wat was ook weer de datum? Weet jij dat nog? Goed. Over je broer gesproken, kijk je veel Premier League nu? Nee, wel de toppers, die kijk ik wel, maar voor de rest alleen Brighton eigenlijk, ja. Ja. Maar Brighton staat wel in. Die staat altijd aan, ja, als die spelen, ja. Voor mij doet hij het enorm goed daar. Hè. Gaat goed. Ja, speelt alles. Dus, ben je nu ook al wezen kijken of dat nog niet? Ben ik met Kerst geweest? Ja, met Kerst ben ik, ja. Ik zal even denken. Kerstkantie gehad. Ja, precies. Nee, met Kerst. En ik wil misschien over 2 weken nog een keer gaan, ja. Ja, dan spelen ze tegen Tottenham, volgens mij. Dus hoop ik op een wedstrijdje dat ik dan kan kijken, ja. En de toppers kijk je ook in? Toppers in Engeland kijk dan nog, ja. Spurs Tottenham. Liverpool Spurs, wedstrijdje waar je voor gaat. Ja, bijvoorbeeld. Daar vind ik mooie wedstrijdje om te kijken, ja. Ja, zeker. Jij vulde hem al gelijk in, toch? Eentje. Deel je die mening? Dat ja, die deel ik wel, ja. Ja? Ja. Ja.
Liverpool moet toch een keer kampioen worden. Dat hoop ik echt op. Ja? Ja, zeker. Okay. Ja. Maar gaat het ook gebeuren? Want dat ik hoop het echt. Ik hoop het echt, ja. Ja, Pep Guardiola mag ook natuurlijk. Dat vind ik geweldig. Een geweldig trainer, lijkt me dat. Maar Liverpool... Onder Pep of onder Klopp? Gewoon, ja, het is lastig nu oordelen. Dit maar... is echt, deze zijn echt twee toptrainers. Kijk. Als je naar jezelf kijkt als type speler? Dan denk ik wel Pep, hoop ik, op dan. Dat is meer tactisch en ja, denk ik. Maar, ja? Ja. Nou, ik denk dat ik onder allebei heel graag zou willen werken in ieder geval. Ja. Ja. Maar is het nog wel een dingetje voor jou om naar Engeland te gaan of niet? Vind je dat de droomcompetitie voor jou? Nou, dat is wel een competitie waarin ik misschien wel uit de voeten zou kunnen, hoop ik op, zeg maar. Dat, met mijn lengte en manier van voetballen. Alleen, Engeland is natuurlijk, ja, ik denk dat iedereen het wel kan beamen dat het een geweldige competitie is om te voetballen. En of dat nou hoogste divisie is of de eerste divisie. Nee, ja, maar je hebt ook jongens die zeggen, nee, doe maar Zuid-Europa. Ja, precies. Nou ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld Joey Pelopessi, bijvoorbeeld bij Sheffield. Speelde alles. Een nieuwe trainer en nu even niet meer. Maar ja, dat lijkt me wel echt een waanzinnige stap, ook voor mij, zeg maar. Ja, dat, natuurlijk. Ja, ik zag ook bijvoorbeeld iemand een paar weken geleden, dat is ook, want Pelopessi speelt dan het tweede niveau championship, maar ik zag Kief de Belt, die speelt alles. Ja, bijvoorbeeld, die speelt alles, ja. Die speelt dan zo'n wedstrijd tegen Aston Villa, lijkt me ook. Hè? Of je dan in de Eredivisie kan spelen of de championship, ja. Het is een geweldige competitie, al die stadions zitten vol, ja. Je gaat er ook niet minder van te verdienen? Nee, dat denk ik ook niet, nee. Dus wil natuurlijk ook wel mee, maar Liverpool Spurs, jij was eigenlijk vrij resoluut. Ja, nou ja, dat heeft meer te maken met Spurs dan met Liverpool. Ik vond, Liverpool heeft de laatste wedstrijden, wonnen ze moeizaam. Maar kunnen ze toch aan van die drie voorin en een heel sterk middenveld, wat tactisch zo sterk staat, waar ze dan steeds kunnen terugvallen. Alleen het gaat niet meer zo vanzelfsprekend als in het begin. Je hebt een beetje het gevoel dat het overvolle schema ze nu een beetje gaat opbreken. En ik denk dat tegelijkertijd dat ook aan de kant van Spurs hetzelfde is. Die moesten op een gegeven moment met Wanyama en Sissoko op het middenveld spelen en Llorente. En dan lever je zoveel kwaliteit in. En dan merk je gewoon dat Spurs in 5 wedstrijden het kampioenschap weggeeft. Want die staan nu op 61 punten. Ja. Terwijl ze 5 wedstrijden geleden stonden ze op de mogelijkheid om gelijk te komen. Of gelijk, ja. En dat gaat dan zo snel. En ik denk, ook omdat het op Liverpool is... en ik denk dat die interlandperiode voor Liverpool best wel goed uitkomt. Even een beetje die rust pakken, even allemaal naar een ander team. En dan weer een stukje opgeladen naar die laatste eindsprint van die 8 wedstrijden. En ik denk dat dat voor Liverpool op dit moment op het goede moment komt. Ja, inderdaad. Ik ben trouwens wel benieuwd of de meest gierige man van Engeland, Levi, of Levy, van de voorzitter of de eigenaar van de Spurs, volgend jaar wel, of deze komende transferperiode, eindelijk een keer zijn portemonnee gaat trekken. Ik denk het niet. Want, je moet er toch een stadion betalen? Ja, want hier hebben we zo vaak over gehad. Maar je kan toch niet elke keer zo dichtbij zijn en dat je dan kijkt naar je bank, naar je selectie, dat je denkt... Ja. Ja, maar het jaar dat Leicester kampioen werd, waren zij ook zo dichtbij. En uiteindelijk zijn ze toen nog derde geworden, achter Arsenal. Maar dat was inderdaad voor Arsenal en voor Spurs echt het jaar dat ze konden toeslaan. Omdat de rest echt dramatisch allemaal afhaakte. Ja. En ja, dan, je moet gewoon een brede selectie hebben. Of alles moet goed gaan, net zoals wat Leicester had. Maar zeker omdat ze altijd op 3-4 fronten spelen. Maar laat ik het zo zeggen, Michele. Denk je zonder te investeren dat zij het uiteindelijk de titel kunnen pakken? Ik vind dat ze wel een selectie hebben, als alles zoals bij Leicester valt, dat ze het wel kunnen. Kwaliteit, ja, de elf, hè? Dan heb je het echt over de eerste elf, die echt... Misschien ben ik een beetje boord, omdat ik redelijk goed bevriend ben met Vertonghen en Eriksen. Ja. Maar ik denk, ze hebben echt nu, en het is eigenlijk, moet nu gebeuren, hè? Ik bedoel, Jan is nu 31. Ja. Maar ik denk dat ze de startelf, als ze fit blijven, in zoals Leicester misschien niet op alle fronten moeten spelen, dat ze wel... Maar dat kan dus bij 38 wedstrijden. Ja, dan speel je er als je fit bent. Nou, als je echt fit bent, misschien 35 echt. Hè? Want er zullen zoveel wedstrijden nog tussendoor komen. Je hebt toch een bredere bank nodig? Dat blijkt. Maar volgens mij speelt Manchester City ook niet altijd vaak met heel veel mensen buiten de FA Cup waar ze de jonkies laten spelen. Als ze tegen Championship of 2 of de League 2. Nou, maar ze hebben bijvoorbeeld een Mahrez. Weet je wat gewoon, hè, bij elk andere ploeg misschien een baas. Tottenham met Lucas. Is ook geen mindere speler. Is het niet hetzelfde niveau? Zeker op het middenveld waar je waar City kan terugvallen. Op Bernardo Silva, Kevin De Bruyne die bijna het hele seizoen geblesseerd is. City heeft eigenlijk één positie die ze niet kunnen vervangen. En dat is Fernandinho. Ja. En Liverpool heeft eigenlijk een beetje hetzelfde. Die kunnen de spits niet vervangen. Maar misschien Tottenham het probleem was dat ineens Ellie in Kane...
Ja. Dus ik denk dat City ook een probleem gaat krijgen als ineens twee sleutelspelers wegvallen of drie. Ja. En nogmaals, ik vind de elf in de basis van Tottenham vind ik niet minder dan Liverpool. Alleen er spelen veel meer factoren. Liverpool heeft nu zit gewoon een totale positieve vibe. Ik heb daar ook wel het gevoel, want heel veel mensen willen graag dat Liverpool kampioen. Maar ik ben benieuwd hoe de Amerikaanse eigenaren gaan kijken, hè, naar wederom al die investeringen, als er dit jaar wederom helemaal geen prijs wordt gehaald. Ja, dat is, er komt een moment dat er afgerekend wordt natuurlijk, toch? Hey, hey, hey. Maar is dat niet... Is voetbal, hè? Maar dit is het probleem van voetbal. Ik had toevallig ook met onze Italiaanse vrienden vandaag. Ik heb laatst een presentatie van de manager van Sunweb. Wielrennen kunnen zien. Oh, ik dacht van die vliegvakantie. Nee, van de Moulin. Ja. En ik vond het een mooie statement, want in dat sport bijvoorbeeld win je nooit. Waar? Wielrennen. Als je de Tour wint. Ja, maar er zijn er maar drie. Je hebt 168 wielrenners die eraan beginnen. Oh, zo, ja. En maar eentje, voetballer, heb je nog de individuele wedstrijd. Dan pak je drie punten, soms gelijk, soms verlies je. Maar wielrennen, en daarin is de stap naar die mentaliteit om aan te geven dat je toch kan presteren terwijl je niet wint. En daar de motivatie vinden om constant stappen te maken. Ja, ik was onder de indruk hoe je het ook vanuit die hoek kon zien. Ja, inderdaad. Ja. En nu als Liverpool nu niet kampioen wordt, ja, dan is het nul seizoen geweest. Nee, iedereen zit te genieten van Liverpool. Nee, is ook zo. Maar je weet meer... Nou, ik hoef jou niet uit te leggen hoe de voetballerij werkt. Nee, ik denk dat wij allemaal met elkaar eens zijn dat het niet gaat over de korte termijn. En dat het niet mensen direct hoeft af te rekenen op prijzen. Maar ik denk dat bij Liverpool zo wel gaat. Ik ben trouwens wel benieuwd waar Pascal Kamperman op afgerekend wordt. Bij Fox. Wat een bruggetje. Op alle voorspellingen die ik doe. Nou, dan is het nog een wonder dat jij op de redactie zit. Hebben we amusement? En ik heb er ooit eentje gedaan. Dat was 2 weken geleden. Ja. Nou, die heb ik... 7 van de 9. Al te veel problemen doorstaan. Dus daar is mijn hele carrière op gebaseerd. Heel goed. Lars, je had een vraag. We zouden toch same amusement op de achtergrond hebben? Ja, het is vrijdagmiddag. Ja, en het ziet er lekker gezellig uit. Vind je Aleta geen amusement? Oh, jawel, jawel. Ja, dan moet Aleta wel wat doen. Dan Aleta die zwaait is geen amusement. Kijk, daar rijden. Alleen maar zwaaien. Ja. Rustig, pas. Hey, we hebben ook jonge kijkers. Maar goed, laten we het over voetbal gaan hebben. FC Twente. Wat zei je? Ik zei de rest is na 12 uur. Pascal zit er lekker in. Heel goed. Mic drop. Het is weer tijd voor een lekker KKD-rondje. Ik denk dat wij het meeste... Kijk even Lars aan, KKD-kenner. Je kent het hele schema niet, moet je het even zien. Ja, ik zit gewoon te luisteren naar wat je zegt. Oké, wat is de wedstrijd waar jij het meest naar uitkijkt? Ja, Twente Den Bosch, maar daar kijk ik naar uit. Maar ik weet eigenlijk de uitslag al. Niet de uitslag, maar Twente gaat uiteindelijk weer winnen. Ik bedoel, ik heb van de week nog mezelf moeten verdedigen op Twitter toen ik zei dinsdag dat dat Twente een onopvallende kampioen zou zijn. Voor mij een onzichtbare kampioen. Maar dit gaat gewoon weer een wedstrijd worden waarin Den Bosch niet presteert en Twente wint met 1-2. Wat is er aan de hand met Den Bosch? Pascal, wat is er aan de hand in Den Bosch? Dat heb je nu al 5 maanden achter elkaar gevraagd. Ja, maar je hebt nog steeds geen goed antwoord gegeven. Ja. Pascal, wat is er aan de hand in Den Bosch? Nee, ja, dat heb ik al vaker gezegd. Er zijn gewoon na die hele goede periode zijn er in de winterstop een aantal dingen veranderd. Ja. En dat heeft de ploeg geen goed gedaan. Absoluut niet. Oké. Okay. Wat is een wedstrijd waar jij heel erg naar uitkijkt? Nou ja, sowieso Twente wel, omdat ik ook wel benieuwd ben hoe Twente het gaat doen vanavond. Maar ik ben het wel met Lars eens. Ik weet dat we de uitslag bij voorbaat al wel zonder al te veel problemen kunnen invullen. Maar goed, die kampioensrace is natuurlijk op zich wel interessant om te blijven volgen. En als ze dat inderdaad ook zonder problemen gaan doorstaan. We hebben NEC Jong Ajax vanavond. Vind ik ook nog wel interessant om te kijken of NEC toch wel weer die play-off plekken, daar hebben ze nog wel wat voor nodig. Ja. Dus die moeten nog wel een strijd leveren. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor al die ploegen daaronder wel. Kijk, Twente gaat kampioen worden, dat staat wel vast. Maar daaronder is natuurlijk nog een enorme race gaande over de play-off plekken. Welke verdeling sowieso qua positie, maar ook ploegen die er nog tegenaan hangen en nog wel wat punten nodig hebben. En ik ben bijvoorbeeld ook wel benieuwd, ik weet eigenlijk, want je leest nu de hele week door al die verhalen over contracten die opgezegd worden. Hè. Dat moet dan voor 1 april officieel die brief. Ik ben toch ook wel benieuwd wat dat met spelers doet. Of je dat ook nog weer terug gaat zien bijvoorbeeld. Ik las in Leeuwarden, René Haken was not amused, hè, of ze dit niet konden doen na de wedstrijd. Kevin van Kippersluis zat ziek thuis. Ja.
Maar volgens mij ook wel letterlijk ziet, toch? Ja, dat weet ik niet. Maar nee, nou ja, goed, dat zou een rol... Ik kan me ooit één interview herinneren, dat was legendarisch, bij Cambuur, was dat toen ook inderdaad met de Vries. Ja. Die in de afloop echt helemaal vol schoten. Dat was bij jou toch, of niet? Ja, precies, ja. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk maar gewoon een heel formeel iets is. Die brief moet verstuurd worden voor 1 april, omdat anders het contract automatisch wordt verlengd. Dus het is, weet je, het zegt helemaal niet dat spelers moeten vertrekken eventueel. Nee. Maar blijkbaar doet dat toch wel wat met spelers, met mensen. Legendarische televisie met jou, hè? Ik wil gewoon voetballen. Ja, goed. Die klap kwam toen ineens heel hard bij hem binnen, inderdaad. Ja. Wel eens meegemaakt in de spelersgroep? Nou ja, je leeft wel naar zo'n brief toe. Tenminste, je weet dat die verstuurd gaat worden. Jij hebt hem wel gehad, toch? Jawel, ik heb hem ook wel eens gehad. Ja. Ja, maar het is, wat je zegt, het is meer een verplichting. En je weet dat daar bij de graafschap, ja. Oké, en wat dacht je toen je hem kreeg? Nou ja, ze vertelden me wel dat ze met mij verder wilden. Alleen dat ze deze brief moesten sturen. Want ik had toen een optiejaar. Ja. Die optie wilden ze niet lichten. En dan moeten ze die brief versturen. En vervolgens zijn ze een contract onderhandeling gegaan. Ja. Onderteken je contract met een optie. En dan zeggen ze, die optie gaan we niet lichten. Nee, ja, precies. Maar ja, zo proberen de clubs dat natuurlijk wel. Maar het is wel een verplichting. Maar leven deze dagen dan extra in zo'n spelersgroep? Ja, je merkt wel veel dat bij clubs nu gesprekken gaan worden. Dus er zijn ook bij Heracles, weet ik, de afgelopen week wel gesprekken geweest. Ja. Wie er weg moet en wie niet, zeg maar. Ja. En nou ja, dat doet misschien wel met een ploeg wat. Ja. Ja, zeker ook als er spelers zijn die bijvoorbeeld basis staan. Maar alsnog niet verlengd worden. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, en dan... Ik wou zeggen, we hadden het net over Van Kippensluis. Dat is juist een jongen. Volgens mij was dat voor dit seizoen of voor vorig seizoen, waarvan gezegd werd, je mag weg en weet ik wat. Maar die heeft zich echt als een gek teruggeknokt. Hè? Ja. Dat is wel een jongen die, denk ik ook nu, ik weet natuurlijk niet wat er intern besproken wordt, maar die er wel voor gaat om nog even te laten zien van, hé, ik hoor er toch wel bij. Of zeker. Ik ben toch van waarde. Ja. Maar wat wil jij zeggen, Pasco? Nee, nou ja, kijk, als er gezegd wordt bijvoorbeeld al, oké, je krijgt je brief, maar we willen sowieso al met je door en we gaan straks op de tafel zitten, dan is er natuurlijk niet zo heel veel aan de hand. Maar er zijn natuurlijk inderdaad ook heel veel spelers die brief nu gehad hebben en waarvoor het echt gewoon heel onzeker is de komende tijd. Afhankelijk van wat de club gaat doen, promoveren wel of niet bij wijze van spreken via de play-offs nog of zo. Dat kan natuurlijk allemaal een rol spelen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan als speler toch wel een beetje in de piepzak zit. Inderdaad. Wel een wedstrijd waar ik benieuwd naar ben, is Telstar Eindhoven. Eindhoven vorige week in een wedstrijd 9 doelpunten. Vanwege Bas Nijhuis. Wat zei je? Oh, ja. Nee, ik dacht vanwege Bas Nijhuis die voor het eerst weer maanden gaat fluiten. Van zijn vrienden van de KNVB moet hij het hebben. Die mag op een heerlijk affiche terugkeren. En Telstar natuurlijk, daar hebben we het nog niet over gehad. De comeback der comebacks. Ja, dat was wel een aardig inderdaad. Maar dat was ook weer, je denkt Den Bosch 3-0 voor. Je denkt, nou, gaan ze nou eindelijk een keertje... Maar nee hoor. En nee. En het gekke was ook dat volgens mij Telstar de voorgaande 10 of 11 wedstrijden nooit met een 1 of 2 keer gescoord had. En die maakte er nou voor na de rust even 4. Heel goed. Nee, zeg maar, pas. Nou ja, ze hebben nu 4 wedstrijden op rij gewonnen. En dan zit je een beetje die reeksen van clubs en ploegen door te kijken. Dan hebben ze daarvoor een hele periode natuurlijk inderdaad gewoon geen overwinning geboekt. En dat geldt voor een aantal ploegen. Ja. Je boekt zo 3-4 wedstrijden op rij een overwinning. En ook maar weer 3-4 wedstrijden niet. Maar dat maakt het ook leuk. Inderdaad. Zullen we even doen? Snelle voorspelling bij jou? Durf je het aan? Ja, alle 10. Ja, waarom niet? Je had vorige keer 7 uit 9. Ja. Nou. Nee, er waren ook 10. Waren het de 10 vorige keer? Ik geloof je op je blauwe ogen. NEC, Jong Ajax? 1. 1, oké. Cambuur, Almere City? Kan ik een hulplijn inzetten? Ja hoor. Niet? Welke hulplijn? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Zou bijvoorbeeld, je kan er zit hier iemand die heel veel weet van Almere City, hè? Je kan een oud-trainer vragen, bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat een hele verstandige hulplijn is. Of dat er, wat denk je dat Almere gaat doen? Ik heb armaanden met die jongens gewerkt. Dus ze gaan toch winnen van mijn... Dat betekent toch dat ik 8 maanden goed gewerkt heb. Nou, een tweetje voor jou, Pascal. Goeie hulplijn. Dordrecht tegen de Eagles. Nee, dan winnen de Eagles. Oké. Jong Utrecht tegen Sparta. Sparta. Oké. Jong PSV tegen RKC. Gelijkspelletje. FC Twente tegen Den Bosch. Nou, dat
Ja, eentje. Ja, eentje, heel goed. Helmond Sport, Rode JC. dat wordt dan nu toch Roda. Ja, quotering van bijna 2 bij onze vrienden van Toto. Mocht je wat geld pakken, oh. Hashtag gratis geld. Top Os tegen Jong AZ. top. Top, prima. MVV tegen FC Volendam. MVV. Heel goed. En dan Telstar tegen FC Eindhoven. Ja, ik ga er even eentje terug. Volendam moet natuurlijk ook wel echt, hè? Want die moet ja, die moeten wel, ja. Het zou wel eens lekker zijn. Gelijkspelletje. Gelijkspelletje. En dan Telstar tegen FC Eindhoven. Telstar. Telstar. Denk je dat Bas nou juist naar de zijkant loopt om een VAR te checken? dat doet hij nooit, trouwens. Dat is een beetje dom. Nee, precies. Goed. Die gaat gewoon in de middencirkel staan. Nee, ik sprak hem een paar weken geleden. Toen had hij net een conditietest gedaan in Zeist. Zo'n shuttle run test en zo. En hij heeft met een persoonlijke trainer de afgelopen maanden keihard gewerkt om aan zijn herstel te werken. En hij zag er helemaal fit en gedreven uit. Dus dat gaat helemaal goed komen met hem. Heel goed. Trouwens, ik ben heel benieuwd hoe Hans vanavond gaat kijken naar de interviews van Erik van der Leur. Ik ook. Ja, ja toch? Ik zit er klaar voor, inderdaad. Ik ben niet heel vaak team Hans, maar ik was... wanneer was het? Afgelopen zondag? Wanneer was het? Wanneer die zo losging over Erik zondag, van... Ja, dan was ik behoorlijk team Hans. Ja. Maar goed, daar gaan we kijken. Jij niet? Ja. Was je niet team Hans over die interviews? Ja, ik ben het volledig met je eens. Je weet niet waar het over gaat. Ik zit naar die hond te kijken. Ik heb het even niet meegekregen. Goed, Pascal, goed dat wij nog over voetbal hebben gehad. Dank je wel. We hebben geen hond hier, toch? Wat zeg je? Nee, maar hier wel. Hier wel. Oh, jullie loopt wel. Oké. Pascal dacht dat daar hond. Ja, nee. Heel goed. Ja. Pascal, dank je wel. Groet aan Hans. En we spreken elkaar volgende week, jongen. Zal ik doen. Groeten. Yo, groeten. Hoi, hoi. Ja, je zegt net 8 maanden met ze bezig geweest. Dan hoop je dus nog wel dat ze steeds winnen, of niet? Zeker. Kijk, ik heb sowieso 8 fantastische maanden gehad met die jongens. Ja. En met de fans en met heel veel mensen binnen de organisatie. En ik ga niet mijn gevoelens veranderen omdat ik oneens ben met 2 mensen. Nee. Misschien sommige trainers zullen het wel doen, ik niet. Heb je nog veel contact met die jongens of niet? Ja, ik heb met een grote deel van mijn staf heb ik veel contact, maar ook met een aantal jongens. Maar goed, Tim ken je sowieso. En daar staat het probleem niet. En dus ik gun hun nog steeds het beste dat ze die play-offs halen. Kijk, en ook promoveren? Of zoveel gun je ze? Je gunt zoveel, maar ook niet dat. Laten we zeggen, ik probeer heel erg objectief te blijven. Los van wat mijn verleden is. Ik denk dat Almere nog wel wat stappen moet maken. Kijk, je hebt het gezien vorig jaar. Ze konden bijna promoveren. Eén dommetje. Ja, alleen daarna moet je ook nog de structuur en de organisatie hebben om daar te kunnen blijven, vind ik. Is ook zo. En daar moeten ze nog wat aan toewerken. Kijk je nog wel dan, als je in zo'n wedstrijd van Almere ziet, kijk je dan of je nog dingen ziet die jij bijvoorbeeld erin geslepen hebt? De hand of zo? Ja, de hand. Of je nog dingen ziet van... Hey, nee, moet ik zeggen, ik heb geen wedstrijd teruggekeken. Ik heb wel wat highlights. Ook omdat ze de wedstrijden niet live uitgezonden worden. En moet ik zeggen, als ik een wedstrijd moet downloaden om terug te kijken... kijk ik liever op wat hoger niveau. Okay. Maar ik denk dat ik wel aan het einde van het seizoen wel met name individueel een aantal spelers graag wel terug wil kijken. Ik weet, ik heb een aantal jongens laten debuteren en daar heb ik heel veel mee individueel gewerkt. Met name had ik ook met hem net over de verdedigen. Ja. En ik zie jongens erg ontwikkelen. Ik word ook gebeld door andere clubs die mij vragen hoe zit het met die jongens. En ik ben wel benieuwd of ze die lijn doortrekken, dat zeker. Ik heb nog een niet voetbalgerelateerde vraag. Heeft zo'n team, heeft hij ook een groepsapp? Dat je met als trainer en spelers allemaal in dezelfde app zit? Ja. Robin moet ook lachen. Voor mij is er eentje toch? En eentje zonder. Vaak wel. Vaak. Oh ja, natuurlijk. Ja, er is er ook nog een dark groepsapp. Ik heb netjes afscheid van iedereen genomen en heb ik me eruit... Heb je nog een laatste emoticon erin gezet? Wat was je emoticon waar je mee afscheid nam? Nee, draadje. Nee, dat heb ik niet gedaan. Die middelvinger! Nee, maar dat kon ik niet, want de spelers hadden er niks mee te... Nee, daar lag het probleem niet. Dus, Michele was groepsfeerder. Die hele groep is weg. Ja. Nou, het is wel even een momentje, toch? Tegenwoordig is dat een momentje. Ja, leeft er veel in jullie groep? Groepsapp? Valt wel mee. Ik hoor wel eens echt van groepsapp van spelers, gebeurt helemaal niks. Nou ja, soms wel. Soms worden al die vieze filmpjes en fotootjes, die worden er allemaal ingespoord. Ben jij dat, of niet? Nee. Oh, je vriendin zit te kijken. Ja, precies. Ik zal geen namen noemen, maar in onze groep hebben ze wel ook spelers die dingen proberen te verkopen en business op te zetten. Ja? Nice. Toevallig de nieuwe doelman?
Nee, niet Achiel, niet Achiel. Dat was al de eerste helft van het seizoen. Oké, goed. Nu ben ik wel benieuwd. Wie zou dat zijn? Ja, Tim. Vossenbelt? Tim heeft tijd zat. Kippie. Tim sowieso. Ja. Tim sowieso. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ik vind Tim wel iemand die opeens in de crypto... Maar Joshua ook hoor, die bij mij reviteert. Dat is ook, ja, dat is er ook eentje volgens mij. Ja, ja, ja. Ja? Ik denk het wel. Is dat zo? Wat is het gek? Wat is nou het gekste wat werd aangeboden te koop? Jij dacht, wat is dit? Van iPhones naar de Kicks, iPods, ja, van ik, alles. Ik zag laatst ook een speler op Insta. Weekendjes bij Van der Valk ergens. Wat? ik zag een speler op Insta, dat is geen geintje. Ja. Die bood van die zwarte autootjes aan die hier over het fietspad mogen rijden. Ja, oh, de Biro's. Ja, die ja. Ja, ik weet niet meer wie dat was. Ja, tuurlijk. Volgens mij was het Tim. Tim Reserveur? Ja, die had het is niet Tim. Het is niet Tim. Nee, maar iemand had het in ieder geval. Nee, het is niet Tim. Ik ga geen namen noemen, maar het is wel. Kan je hem omschrijven, het uiterlijk? Nee. Maar heb je het gekocht, of niet? Ik denk dat als we hem gaan benaderen, dat hij zelf zegt, zeg maar mijn naam graag, want dan gaat hij meer business maken. Over een hele goede vraag voor jou, komt er naar binnen. Is de kans groter dat de gebroeders Prupper eerder samen spelen in Engeland, dus in hetzelfde land, of eerder weer samen in Nederland? Bij hetzelfde team? Of, nou, niet hetzelfde team. Ik wou eens zeggen. Jezus. Nederland. Zie je nou na te denken wat je wel mag zeggen of niet? Nee, nee. Ja, ik kan alles nee, zeggen. Er waren natuurlijk heel veel geruchten. Daarom ging het ook precies, over. Precies, maar is een, zover ik weet niks duidelijk in ieder geval daarin. Maar je denkt wel dat de kans groter is? In Nederland denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, de kans dat ik naar Engeland ga is niet... Lopig, is, ja, nee, moet maar kijken hoe het met mijn blessure gaat natuurlijk. En met mijn ontwikkeling, ja, ik bedoel... Maar als je dat dan zoiets leest... nou, sowieso ga je denk ik even checken, denk ik, bij je broer. Maar zou je het ook wel voor je kunnen zien, zeg maar, dat hij terugkeert? Zeg maar niet bij PSV, maar dat hij bijvoorbeeld bij Ajax gaat voetballen? Ja, ik denk het wel. Ja, waarom niet? Ja, ik bedoel, Ajax is een mooie ploeg natuurlijk om te voetballen. En, nou ja, ze investeren ook nu echt in spelers. Nou ja. Dat zie je ook met jongens die terugkomen na Ajax vanuit Engeland. Nou ja, die doen dat goed. Dus ja, wat dat betreft, waarom niet? Maar, zou je ook zoiets voor je kunnen zien? Dat ze zo iemand halen als Davy Prupper? Ik zou het heel slim vinden. Ja. Want goed, Frenkie gaat weg. Die moet je vervangen. Ze hebben nu onze Belgische vriend gehad, of Roemeense vriend in België. Dat is een optie. Maar goed, die gaat zeker niet Frenkie de Jong vervangen. Potentieel hele goede speler, maar het is geen Frenkie de Jong. Nee. En de ervaring van dit jaar is dat als je juist wat spelers terughaalt met dat internationale ervaring, dat je in de Champions League ervoor komt en dat wil Ajax blijven presteren. Dus ik zou een jongen die al de taal kent, de cultuur kent, die fantastisch kan voetballen, als je die kan terughalen, ja, international, dat zou ik zeker doen. En ik denk dat Overmars ook dat over nadenkt. De positie redelijk gelijk kan invullen. Ja, zeker. Dat is ook belangrijk. Ja. En Lasse wordt ook wat ouder en ouder, hè? Ja, en er komt, die gaat nooit uit de basis. Er komt wel, die, er komt wel nieuwe jeugd. Nee, dat is ook zo. Maar je ziet het, je kan niet wachten, je moet blijven presteren. Oké, okay, heel goed. Lars. Ja. Klaar voor? Ja. Nou, de supersnelle totoronde van Lars. Ja, het is een appeltje-eitje. Appeltje-eitje. Nou, NSC tegen Jong Ajax. Een 1. Helmond Sport tegen Roda JC. Een 2. FC Twente tegen FC Den Bosch. Een 1. Maar jij durft gewoon echt niks meer te zeggen, hè? Nou, totaal. Snel. Ik zat er vorige week een beetje naast. Een beetje? Ja, ik zei dat Dordrecht wel eens zou kunnen winnen. Dat is een raar team, hè? Dat is een gek team. Gek team. Ja, 6-20. Gebeuren. Ja, maar hij was lekker snel, hè? Hij was heel snel. Hij was lekker snel. Hulde daarvoor. Maar goed, het is ook al 5-6, dus ik denk ik zal even een beetje tappen. Is een leuk plan dit weekend? Nee, ik moet werken. Waar? Gewoon op kantoor. Oh, niet naar een wedstrijdje toe? Nee, ik moet samenvattingen maken. Okay. Ja, dat moet ik doen. Nou, succes daarmee. En ik heb beldienst. Beldienst? Storingsdienst, hè. Dan bellen ze op en dan zeggen waarvoor ze, kunnen mensen jou bellen? Als er storing is. Met een... Nee, met voetbal-tv. Oh, ik dacht met een download de app. Of zo. Download de app. Ja, er zit genoeg storing in die app. Dus goed, Matthijs. heb je al een format? Een format voor Freek de Jong, Freek Jansen, Freek de Jong. Freek de Jong naar V. Ja, Freek de Jong naar FV is sowieso een leuk format. Ik ben bij Freek. Ja. Nee, ik heb nog geen format nu. Het was een beetje me ontschoten. Oké, nou, we gaan eraan werken. Meld je weer. Maar geen voetbal inhoudelijke vragen aan mij? Oh nee, maar misschien heb jij nog voetbal inhoudelijke vragen. Nee, eigenlijk niet. Oké, heel goed. Lekker, dank voor je komst. Nicky, dankjewel. Gijs, dankjewel. Leuke Photoshop. Jaron, dankjewel.
Thank you. Robin, op naar een volledige revalidatie. Ja, volgend seizoen, hè? Richt ons op. Dit seizoen of niks meer? Nee, ja, op trainingsveld bij Heracles, dat is het enige waar je me nog kan zien. Maar voor de rest, Hey, ik zat te denken, de tennis hier niet zoveel. Maar Gijs kan wel, Gijs kan goed tennissen. Ik kan niet zo goed tennissen, maar met Gijs durf ik het aan. Ja? Hoe laat moeten we ons melden? Ja, kom maar, naar Zeist. Ik ben benieuwd. Gijs? Ja? Ja? Wat is het, gravel? Zeg je? Is het gravel? Ik heb geen idee. Het is een Waarloos veld. Waarloos veld. Prima. Goed. Oké. Okay. Nou, dat staat. Michele, dankjewel. Veel succes de komende tijd. Ja, en veel plezier ook bij alle clubs. Ja, waar je langs gaat. Ik moet toch tijd willen. Dus, en anders, als ik niks doe, kom ik bij jullie langs. Ja, dat is altijd welkom. Onze Italiaanse vriend is een beetje afgehaakt. Ja, en Luigi, de ster van de show. Ik salute dan. Juve or Ajax? I'm for Ajax, forever and ever Ajax. Oké, okay, but who's going to win, Ajax or Juve? I'm gonna win Juve because it's too strong for Ajax. But it's gonna be two great matches. Okay. And Tadic with Bonucci and Chiellini maybe could be a problem. Tadic tegen Bonucci, dat wordt de clash. Maar dat is pas bedankt voor de ster van de show. Wie dan? De hond. De hond. Ja, weet je de naam nog? Sophie. Heel goed. Medes namens Sophie, die zich uitstekend vermaakt heeft. Hoop ik dat jullie ook vermaakt hebben. Veel plezier dit voetbalweekend. Genoeg voetbal om te kijken. Komende dinsdag zijn wij er weer om 16:30. Maar eerst natuurlijk maandag de redactiepodcast. Met een, broestol die in absolute topvorm is de afgelopen weken. Komende maandag is de redactiepodcast. En dan dinsdag om 16:30 zijn wij er weer. Met onder andere, jawel, een illustre duo op de bank. Namelijk Randy Wolters en Tim Reserveur. Graag, tot dan. Dag. The boogie beast.